Ook vandaag weer, al corona wat de klok slaat. Het is niet anders. Met de volgende vragen: Zullen de mondmaskers vanaf zes jaar ons redden? Zijn de dijken voldoende versterkt in de zorg? Of komt dit alles te laat en was ook dit overlegcomité alweer een maat voor niets? En is dus de uitdaging voor vandaag. was... Kunnen we waar het vuur nog brandt snel genoeg blussen? En sterke maatregelen nemen? En kunnen we ervoor zorgen dat de pijn in de zorgsector niet te lang duurt. En ik zal u eerlijk zeggen, vanuit dat perspectief kunnen we waar het vuur brand snel genoeg blussen. Kunnen we ervoor zorgen dat de pijn niet te lang duurt? Vanuit dat perspectief is het compromis voor mij wel teleurstellend. Goedemorgen en welkom bij de zevende dag. Goedemorgen ook Conor Rousseau, voorzitter van de Partij Vooruit en dus ook van Frank van den Broeke. dit is redelijk ongezien. Hè? Een topminister van het kaliber van Frank van den Broeke, die een gesloten afspraak openlijk teleurstellend noemt. Hoe, teleurstellend was, hoe teleurgesteld was hij en hoe teleurgesteld bent u? Ik vond het heel het schouwspel van de afgelopen weken, niet alleen van uw vrijdag, hm. um, bijzonder triestig. En je kan dan. Zeggen, als verantwoordelijk politicus, als Frank, keer op keer een compromis proberen verdedigen. Maar natuurlijk, een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde. Hè. Maar hij stoot zich keer... misschien drie keer aan dezelfde nee, zin. Hij ja, wou man, drie he? weken geleden al verder gaan dan ja, wat al verder gaan? Gebeurt. En, dat, en dat, is wel, dat mocht ook wel duidelijk zijn voor de mensen. Is als je moet als ploeg samen hè, aan hetzelfde zeel trekken. Maar als natuurlijk iedereen, aan, iedereen eigenlijk die branden zomaar wil laten woeden, ja dan mag het ook wel duidelijk zijn. Als men Frank had laten doen, we nu niet in de positie zouden zijn. Is, is ook wel meer en meer geïsoleerd heb je de indruk. Hè? Ja, ik, ik snap dat ook niet. We zien dat er problemen zijn. We zien de signalen. We krijgen die signalen uit het zorg zorgpersoneel dat ons bericht, dat, dat ons stuurt van het lukt niet meer. De druk is te hoog en we komen ook op een zeer hoog plateau. Komt daar nog een nieuwe variant opduiken in ons land ook uit Zuid-Afrika? Ja, als hier lelijk huis gaat houden, dan zijn we nog niet aan ons nieuwe patatte. En dus better safe than sorry. En we moeten maar iedere Sorry zeggen. En nu zou zeggen: Ja, sorry, maar niet met ons. Maar blijkbaar was de premier ook not amused hè, met het feit dat hij ook op die persconferentie zo stellig zei: Van voor mij is dit compromis. Onvoldoende. Ja, maar de premier zou zich beter zorgen maken over het slechte compromis dat er uit de buurt is gekomen dan over het feit dat iemand zegt dat het een slecht compromis is. Je moet ook wel nog oprecht in de politiek staan soms, hè. En alleen maar compromissen verdedigen om compromis te verdedigen, daar doen wij niet aan mee. En doet de premier het dan niet goed genoeg meer? Oh, maar dat is een discussie waar nu niemand in deze crisis beter mee geholpen wordt. Wat ik Maar wel misschien voor... kan hij wel wat verder in het wel begin. ik wel voor pleit, was het ik wel een voor duo, pleit. hè? Was het wij zijn ja. altijd de premier en Frank van den Broek? Dat is een duo. Is en dat het niet zou, meer zo? het zou zo moeten zijn. Maar ik stel mij dan de vraag met heel wat Vlamingen. Waarom keer op keer diezelfde fout maken? Als we zien dat er in die scholen problemen zijn, ja, dan moet je snel ingrijpen om de, om de miserie voor de kinderen en voor de ouders zo kort mogelijk ja. te houden. Wat gebeurt er nu, is dat, dat er. Heel veel scholen. Het is niet omdat Ben Wietz tweet, Ben Wijs tweet, <laughs> tweet, tweet, Elke dag dat de scholen moeten openblijven, dat hij ook iets gedaan heeft om ze de facto open te houden. De scholen sluiten. Leerkrachten worden in de steek gelaten. Worden dan nog een beetje denigrerend uh, toegesproken ook op, de, op het overlegcomité. Ouders worden eigenlijk in de steek gelaten, want plots komen er dan maatregelen waar zij dan eigenlijk veel vroeger... Ja, dat maar voor krijgen. alle duidelijkheid, u zou dus wel uh, de Gems gevolgd hebben, de wetenschappers, en de lagere scholen tien dagen dicht gedaan hebben. Waarom is de Gems er anders? Waarom heb je experten als er nooit naar geluisterd wordt? Waarom heb je een overlegcomité als het niets beslist? Sommigen zullen zeggen, dit is misschien ook de stem van de redelijkheid. Namelijk, je kan niet van dag op dag eigenlijk in een soort van semi-lockdown gaan zeggen, die scholen moeten nu sluiten, die ouders moeten meteen een oplossing zoeken, die kinderen mogen niet meer naar de scouts en meer. Misschien is dat een beetje de ja, give and take. Nee, met het inhoudelijke wat u zegt ben ik het eens. Je mag dat niet van dag op dag doen. Maar we spreken hier wel over een overlegcomité, dat niet één keer, maar in één maand tijd drie keer is samengekomen. Ik heb destijds nog gezegd, toen de cijfers terug begonnen te stijgen... Um Waarom de herfstvakantie geen week verlengen? Communiceer dat op tijd, zodat ouders zich kunnen aanpassen. Want dat is niet, niet makkelijk. En ik werk in mijn vrije tijd met, mijn, met kinderen uit bijzonder jeugdzorg. En ik weet welke kinderen ja. de dupe zijn en wie er het meest getroffen wordt van de scholen sluiten. Maar, maar dan de scholen het. sluiten de facto. Maar, maar hoeveel, hoeveel, ja. hoeveel scholen zijn er volwaardig open? Hoeveel leerkrachten vallen eruit? Hoeveel ouders en gezinnen moeten er in quarantaine? Dat is toch ook geen, geen mogelijkheid? Dus eigenlijk had je op tijd de scholen een week of langer moeten sluiten, om ze daarna voor iedereen volwaardig. En voor de leerkrachten op een draaglijke maar er nu, manier. Er is nu, nu een openen. maatregel op tijd aangekondigd, hè? namelijk de lagere scholen een week langer kerstvakantie geven. Daar kunnen ja. ouders zich beginnen op voorbereiden. En daar hebben we dan drie weken over gepalaverd om dat dan te doen. En komt dat op tijd? Dat weet ik niet. Te laat. Laat ons hopen dat het op tijd komt. Ik, ik moet wel ook zeggen: in die drie weken tijd zijn er wel belangrijke stappen gezet, maar de manier waarop geeft zo weinig vertrouwen dat ik, en ik zal het blijven uitleggen, ja. hè, ik blijf op mijn sociale media aan oud en jong uitleggen waarom we allemaal samen naast ons laten vaccineren. Want dat is het belangrijkste instrument. Ook ons gedrag ja. op een aantal manieren moeten inpassen. Maar die pijn zo, zodanig verlengen, daar wordt niemand beter van. Er is een heel groot draagvlak ja. voor verantwoordelijk beleid. Wel, en Frank heeft dan nog maar eens ja. duidelijk gemaakt dat dat er is. Omdat we inderdaad nu verwijzen naar social media, daar zien we inderdaad ook de laatste dagen heel veel uh, ja, het volgende logo opduiken hè, in plaats van .be. Namelijk, punt beu. Heb je het nog niet gezien? Nee, bij deze. En u zit zoveel op sociale media en ik zo weinig. Um, ja, hebben mensen misschien ook geen punt dat ze dat jojo-beleid van hè, twee maanden geleden. Oh, weg met de mondmaskers. Vandaag weer overal mondmaskers, zelfs vanaf zes jaar. Mensen haken ook een beetje af, hebben hun vertrouwen in de politiek een beetje verloren. Ik denk het enige dat, dat we kunnen doen is heel daadkrachtig optreden, experten volgen, experten geven advies. Hè. Um, je moet niet altijd 100% procent volgen, maar het bijna nooit volgen. Ja, dat, dat, geeft, dat geeft wel heel weinig vertrouwen. En eerlijk en oprecht zijn. We weten niet wat er allemaal nog gebeurt. En altijd uitleggen waarom we iets doen. Dat zijn twee dingen. Eén, de collectieve vrijheid herwinnen. De collectieve vrijheid herwinnen. En twee, um, is ook wel zorgen dat, dat ons zorgsysteem het houdt. Maar die twee hangen samen. Want als ons zorgsysteem uh, kapseist, dan is ja, er voor niemand nog vrijheid. Misschien had men ons nooit een rijk van de vrijheid mogen beloven. Dit God, maar op dat moment is het toch altijd hetgeen waar we naartoe werken. We werken toch niet toe naar het rijk van de onvrijheid. We werken toe om die collectieve vrijheid, dat wil zeggen dat we allemaal samen op een veilige manier, zonder dat anderen hun gezondheid geschaad wordt, dat we daar een stap vooruit kunnen zetten en vrijer kunnen zijn. Ik vind dat wel een nobele doelstelling. Alleen word je nu op elk woord gepakt en om een uur zouden we bijna niets meer durven zeggen. Er zijn ook weinig ja. mensen die nog naar tv durven komen, heb ik begrepen, om, om dit beleid te verdedigen. Ik, de manier waarop vind ik gewoon. Als, als nieuweling in de politiek ja. vind ik het typische voorbeeld waarom dus, heel veel dingen niet dus werken. Dit, en ze moeten zich ja, herpakken. Dus, ja, ze moeten zich herpakken. Dit niet meer, nooit meer, horen we zeggen. We moeten af van dit jojo-beleid. Dan is de vraag natuurlijk hoe. Hè? En uh, dan duikt de term coronabarometer. Op CDV heeft dat gelanceerd. Bart De Wever die heeft dat ook vrijdag omarmd in de afspraak. Ik denk dat de gemiste kans in het crisisbeheer is het opmaken van zo'n coronabarometer, die perfect voorspelbaar, leesbaar maakt, waar gaan we op af qua maatregelen. Het idee is dat hier altijd een tapijtenmarkt wordt georganiseerd, met heel veel politieke belangen die op de tafel worden heel veel sectorbelangen die uh, tegen elkaar worden afgewogen. Vandaag moest en zou onderwijs iets betalen, hè? dat lag er toch wel vingerdik bovenop. En dat uh, moedigt het vertrouwen van burgers niet aan, zo'n schouwspel. Ja, een coronabarometer met, met een, een aantal parameters die vastliggen en waaraan je dan je maatregelen kunt toetsen en eigenlijk de mensen vooraf spiegelen. Bent u daarvoor? Ja, over die tapijtenmarkt denk ik nu echt dat Bart De Wever en de NVA de laatste zijn om daar iets over te moeten zeggen. Maar bon, uh, niemand heeft er nu baat bij dat we elkaar weer de zwarte pit gaan doorsturen. Maar voor ons, goed... Als die duidelijk is en induidelijk, ik denk dat Frank altijd gepleit heeft voor drempelwaarde bijvoorbeeld in, in de Frank intensieve zorg. was zo nog altijd tegen een coronabeheer. Nee, voor een duidelijke coronabarometer. Maar ik daag jullie wel uit. van mij mag iedereen het weten. Hoe die barometer er dan moet uitzien, zegt wel niemand. Mm -hmm. Dat Gaat zegt niemand. Een Wat is me geraakt. onze gasten heeft daar toch al een jaar geleden een voorstel. Ja, natuurlijk. En laat ons werken op drempelwaarden in de ICU laat ons, laat ons heel duidelijk Wij zijn daarvoor voor een barometer duidelijke ICU-waarden maar als we het nog niet eens geraakt over, over, over in een overlegcomité dan vraag ik me af of het ooit zal eens geraakt over waar dan die lijnen liggen. Ja, maar er mag het belang er mag, er mag er mag er komen voor zowel Frank voor mij als voor vooruit. Maar het belangrijkste wat meneer de Wever niet zegt is daadkrachtig beleid. Als je ziet dat brand moet je ergens blussen ja. hè? en moet je niet wegkijken en, en kijken naar waar. Het was wel Jan allee... Jan Bon die dit overlegcomité had bijeengeroepen. om De dag dat nadat hij gevraagd had om iets anders te versoepen. ik ben niet meer mee hoor. Dus ik ben gestopt met het te volgen ook in detail op de media. Ik ben niet meer mee en ik moet mee het beleid verdedigen en ja. ik zal dat doen omdat waarom het belangrijk is. Dat is vaccineren. We gaan ook met die derde prik versnellen. Er zijn goede dingen beslist en er worden goede dingen uitgevoerd als ze ook gehandhaafd worden. Ik zie ministers van de federale regering in, in interviews zeggen dat ze goh, toch niet zo streng gaan controleren want niet voor een pasjesmaatschappij zijn. zijn. Ja, eh, dat is als een mobiliteitsminister die zou zeggen je mocht maar 120 rijden op de maar ik ga ja. dat nooit controleren. Ja, bon, wat beleid is dat? Dus het moet nu heel streng gevolgd worden, wat er ook is. En het sportpaleis sluiten, om het zo te zeggen, was dat dan wel nodig? Ja, maar je moet ergens een evenwicht vinden. Hè, als je zegt, we moeten zoveel, zoveel mogelijk risico's vermijden... We gaan op scholen moeten ingrijpen. Ja. Hey, je hebt nu constant... Hey, iedereen wijst naar elkaar. Ah, en de dine moet de mondmasker dragen en een dienen niet. En de dienen vroeger sluiten en een dienen niet. Het beleid moet 120.000 balkjes in de lucht houden. En dat is niet makkelijk. Maar op deze manier maak je het, maak je het gewoon ja. voor iedereen heel demotiverend. En ja, het sportpaleis sluiten, ik denk dat daar een draagvlak bij is. Ik hoop dat we, als we goed de maatregelen opvolgen en als we een goed beleid voeren, dat we zo snel als mogelijk dat sportpaleis terug Denkt kunnen Denkt u lopen. dat er draagvlak inderdaad nog is? Wel... Uh, al jullie peilingen, alle peilingen van de media wijzen uit dat er draagvlak is voor verantwoordelijke maatregelen. Dus voor hetgeen dat Frank voorstelt, is er draagvlak. Maar draagvlak voor deze shitshow, die is er niet, dat nee. denk ik. Niet. U, um, u had het in verband met die coronabarometer onder andere over drempels in de intensieve zorgen. Hè. En daar ligt misschien ook een deel van de oplossing, namelijk ziekenhuizen betere uitrusten. En in dat verband circuleert een filmpje van een man die daar al aanwezig is op social media, van uh, acteur Matthijs Schepers. Dag minister van Volksgezondheid. Uh. Dag. Wat is het probleem? Ja, de druk op de zorg is mm -hmm. te groot. Is dat nieuw? Uh, nee, nee, nee. Hoeveel jaar komt de zorg al in de problemen in de winter? Al lang, heel lang. Ook voor corona? Ja, ja, al ah. heel, heel lang. Uh, wat is dan de oplossing? De zorg uitbreiden. Mm -hmm. Hoe? Ja, meer bedden, meer personeel. En daar zijn jullie volop mee bezig? Uh, uh. Ja, twee jaar geleden waren er 2000 IC-bedden. Hoe, hoeveel zijn dat er nu? Ja, ja 2000. Ja, nog altijd 2000. Meneer Schepers, het uh, heeft succes uw filmpje. Het wordt tienduizenden keren bekeken op uh, de social media. Wat is uw colère en wat is uw punt? Wel, ik denk dat alle grote leiders in de geschiedenis van de mensheid eigenlijk één eigenschap gemeenschappelijk hebben. Dat is de capaciteit om te kunnen uitzoomen. Op dit moment zitten wij allemaal ingezoomd. Wat je er juist hebt gezegd, ad hoc maatregelen. We strompelen van overlegcomité naar overlegcomité, maar als je uitzoomt en dan zie je dat er in onze maatschappij overal chaos is. Hoe komt dat? Door die bottleneck in de zorg. Hoe komt die bottleneck daar? Te weinig personeel, te weinig geld. Hoe lossen we dat op? 60% van de mensen die een zorgdiploma hebben, werken niet meer in de zorg. Die zijn weggegaan omdat ze zeiden, sorry, mijn hart ook pijn, maar ik ga weg. Ja. Ik word Wacht eventjes. Ik word slecht betaald. <laughs> En ik moet in vreselijke omstandigheden werken. Dat kunnen we oplossen. Want het geld is er. We Onder hebben 30 andere, miljard uitgegeven ja. de afgelopen twee jaar. Dus het geld is er. We steken het in de zorgsector en het is opgelost. Onder andere ook om meer dan 2000 bedden op intensieve zorg te doen. Hè? Onder andere, ja, inderdaad. Ja. Wat ik voorstel hè, is dat wij allemaal samen, eigenlijk wat jij de juist zegt, hè, we gaan samen over de partijgrenzen heen samen zitten en we maken een COVID-deal. Een nieuw deal, zoals Roosevelt heeft gedaan. Een ja. COVID-deal voor de 21e eeuw. Het klinkt die wel we simpel. Hè? Al dat geld dat we aan die coronamaatregelen hebben gegeven en alweer zullen moeten geven, investeer dat in de zorg. Dan heb je meer bedden. En minder nood om sportpaleizen te gaan sluiten? Wel, uh, ik ben altijd blij als mensen pleiten voor meer investeringen in de gezondheidszorg. Want we hebben jarenlang gezien dat er bespaard is in de gezondheidszorg. En het was voor mij als socialist een van de breekpunten om deel te nemen aan deze regering. Om meer te investeren in de gezondheidszorg. En we gaan dat ook doen. He, dat is een beetje de reden dat ik in het begin wat afgehaakt was op het filmpje. Als er gezegd wordt dat we nu niet investeren, we gaan miljarden, miljarden meer investeren. Onder de druk van COVID. Nee, ervoor al. Dat was eigenlijk dat we in het regeerakkoord beslist van we willen al meer investeren in die gezondheidszorg, want het is geen nieuw probleem dat het zorgpersoneel ondergewaardeerd wordt. Absoluut. Niet. Dat is een oud probleem. Dat hadden we al niet ja. meer kunnen doen in die twee jaar tijd. Is Zeker. Ook maar ja, we, ja. we steken nu miljarden erin. U, zei, u spreekt van de 30 miljard steunmaatregelen die gegeven worden. 8 miljard daarvan gaan wel naar de ziekenhuizen, naar onze vaccins, naar, naar de, de hadden 80 miljard in de verkeerde richting. Ja, maar, dat maar, kunt je niet alleen lossen, maar met dat die 22 snap ik. miljard hebben nu. we ook ja. wel mensen beschermd. Ik vind het ook belangrijk het ook dat de overheid de sector, mensen beschermt. Maar dat hadden we, we hebben... niet moeten doen. Als de zorgsector nee. op niveau had gestaan, hadden we nooit die sluitingen moeten doen. Daar wil dat ik, ik iets over zeggen. Het ja. gaat Is over. Dat zo? En we gaat, nee, want het gaat over. Moeten we, de, moeten we niet meer ICU bedden creëren? Maar eigenlijk vind ik dat een heel rare insteek vanuit de volksgezondheid. Want wat gebeurt er op ICU? Daar Intensieve liggen mensen. Intensieve zorg, mensen te vechten voor hun leven. Er zijn ook heel veel mensen die daarna sterven. Dus ik vind het geen gezondheidsbeleid door te zeggen alle kranen open, maar we gaan meer dweilen. Nee, gezondheidsbeleid is de kranen dicht naar die ICU. Minder mensen naar ICU. Mensen naar ICU. Je kan niet zeggen van uh, we gaan meer ICU hebben, want dan gaan heel veel mensen meer sterven. Maar dat is mensen niet die zoals op ICU. autostrades bijbouwen. Weet je wat het grote verschil is? Jullie hebben jullie werk langs één kant al heel goed gedaan. We hebben een ongelooflijke vaccinatiegraad. Dus dat is niet dat als we nu bedden bijmaken, dat die dan allemaal gaan vollopen zoals een nieuwe autostrade helemaal volloopt. Nee, we weten waar dat plafond ligt. Wetenschappers weten waar dat plafond ligt. Uiteraard gaan er nog altijd mensen ziek worden, maar niet meer zoveel. En niet meer zo erg. En dat hebben we al supergoed gedaan. Maar het feit dat jij ook, en ik vind dat fantastisch, hè? jij doet dat goed. Maar het probleem is dat jij die andere vrienden niet overtuigd krijgt om nog veel meer, veel sneller te investeren... Wat betreft die hogere lonen voor de zorg, u zegt, het is eigenlijk logisch, het is kapitalistische logica, ja. de wet van vraag en aanbod. Als er veel vraag is, dan moet de prijs omhoog en moeten de lonen dus fors omhoog. Ja, ik heb er een voorstel voor. Ik denk dat zij de ruggengraat vormen van onze maatschappij. Daar zult u het absoluut mee eens zijn. Dat wel. Ik stel voor, hetzelfde als een parlementair. Hoeveel verdient een parlementair per maand netto? Netto kan ik vermoedelijk ik... inschatten, maar heel veel. Weet je dat doen? niet? Genoeg. Rond de 6.000 netto. Rond de 6.000 netto. Ja. netto. Afgeklopt. Ruggegraat van onze maatschappij. Eerstmaal, tweemaal, dermaal, tak. Gaan we doen. Iedereen komt terug. Eigenlijk moeten we voor verlicht despotisme gaan. Dat is misschien <laughs> de ja. Maar Mag ik nog iets zeggen, mag ik nog iets zeggen nee, over Nee, maar het gaat mag echt iets over, over geld. Over die die geld. Mensen, mag ik even zeggen, mensen worden ja. zwaar maar de Maar kunnen de lonen nog omhoog? Ik vind absoluut dat de lonen van het zorgpersoneel omhoog moeten. En dat doen we ook. Daarom dat ik een beetje een, 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 een probleem had met het filmpje, omdat het doet alsof wij niets doen. En ik voelde mij daar ook persoonlijk door geraakt, want ik heb persoonlijk in dat regerakkoord er laten inschrijven dat we elk jaar 600 miljoen euro investeren in die lonen. We geven premies, en dat is maar eenmalig. Maar er is geen enkel land in Europa waar we zoveel gaan investeren in de lonen van het zorgpersoneel als België, omdat dat nodig is. Ja. Maar het bestaat niet dus op dit moment het spelen we wel onze rol. Maar ik wil nog één heel belangrijk punt maken over die ICU. Het gemiddeld aantal bedden, hè, ik ga wat technisch worden, het gemiddeld aantal bedden per. Um, 100.000 inwoners ICU is in de OESO-landen gemiddeld gezien, dus de welvaarlanden, 12 per 100.000. In België is dat 17,4 per 100.000. Dus we zitten daar al heel goed in de klas. En Duitsland is de absolute ja. koploper. En wat heeft Duitsland moeten doen? Wat heeft Duitsland moeten doen. Nu ook een lockdown voor, uh, voor uh, niet-gevaccineerden. Alleen maar zeggen meer ICU-bedden, dan zeggen we gaan meer mensen ernstig ziek laten worden. Je zegt daar net zelf, ja maar de mensen gaan dus ja, ziek gaan niet meer we worden We, moeten ervoor, we worden. moeten ervoor zorgen dat de mensen niet meer ziek worden. En we moeten ze één massaal we... vaccineren. En twee, soms ja. andere maatregelen nemen om de mensen hun gezondheid wordt, pas echt te beschermen. Maar er wordt ook wel vaak gezegd natuurlijk uh, dat deze crisis ook natuurlijk een, een andere... Uh, Probleem eh, duidelijk aan, aan de kaak stelt, namelijk wat al lang gezegd wordt, hè, namelijk het, het ziekenhuiszorgsysteem moet misschien ook toe koer anders ingevuld worden. P. van de A zei ook nog hè, gisteren in de ochtend: hè, meer eerste lijnzorg, waardoor ze minder natuurlijk in je ziekenhuis trekken. Misschien moet ook Frank van den Broeke dat gehele systeem gaan herdenken. En zijn... had hij daar misschien al? ...een stukje kunnen doen. Ik maar Frank Van den broeken is pas in voegen gekomen... ...toen de coronacrisis al volop ja, bezig was. Maar ja, nou, we trappen kan elke keer huishoud... in dezelfde val. Ik kan over maar mag ook nog even iets zeggen. mag ook nog even iets zeggen. We trappen elke keer in dezelfde val. Zoom uit. Als er bij de overheid, over de partijen heen, solidariteit is... ...een woord dat je graag hoort. Absoluut. Samenhorigheid. Als die er is kunnen we een coffee deal maken, helder communiceren aan de mensen en dan weten we waar we naartoe gaan. Als er daar samenhorigheid is, komt die er in de maatschappij. Punt. En dan is alles opgelost. Punt, punt gemaakt, meneer Rousseau. maar nog niet helemaal ja. overtuigd. Nee, we, willen, we willen nog iets anders met u bespreken, want morgen is er een betoging van de vakbonden, onder andere over de lonen, de loonnorm, waarvan zij dat vinden dat dat, dat dat te weinig de, de inflatie volgt. Anderzijds, er is veel inflatie en de werkgevers vrezen dat door de automatische loonindexering de lonen te fel zullen stijgen. Is het überhaupt bespreekbaar om daar iets aan te doen? Nee, dus um, de index... Wat is de index? Dat, is heel duidelijk. dat zorgt ervoor dat als de prijs van het leven duurder wordt, ook de lonen moeten meestijgen. Dat is voor mij absoluut belangrijk en dat moet onverkort ja. worden toegepast. Dus die index moet er onverkort. absoluut komen. Maar ik maak me wel, waarom is er inflatie eigenlijk vooral toe te wijten aan de hogere energieprijzen? Ja. En ik maak me echt wel zorgen als ik zie hoeveel mensen, gezinnen, werkende mensen, alleenstaande, in de problemen komen met die energiefacturen. En dan vind ik dat we die index nog moeten versterken. Eigenlijk moeten we nadenken toch over een soort van sociale noodindex, waarbij we eigenlijk zien dat mensen de gewone werkende klasse misschien wel wat meer index kunnen krijgen ja. en dat we dat dan afromen. Wij zijn die heel veel verdienen. Want wie een loon heeft, heeft van 2.000 euro bruto, die krijgt weinig incenten. Wie een loon heeft van 6.000 euro bruto, die krijgt meer incenten. centen. Ja, en, en natuurlijk, voor mensen die al weinig verdienen, tikt die energiefactuur dubbel ja. hard door. Dat is een ongelijke ik... index. Nee, ja, die index is heel belangrijk. Dus je moet er onverkort komen. Maar de manier waarop, vind ik wel, dat je over moet kunnen nadenken... Centen uh, in plaats van procenten. Bijvoorbeeld, maar um, uh, ma absoluut, er moet evenveel geïnvesteerd worden. Kijk, voor die energiefacturen, hè. ons voorstel is simpel... Hè. BTW, elektriciteit is voor mij geen luxeproduct. En als, als je mensen nu zegt dat je thuis moet werken en je kinderen ja. zitten thuis, ja, dan wordt er nog meer energie verbruikt. Dus doet dat op 6%. Mevrouw Ook van der Straten, de minister daar wil is daar niet geen, van horen. Hey, dat moet je maar vragen aan de andere politicus die hier zijn of niet zijn straks. Men wil dat niet. Oké, okay, dan wil, een, ik wel, sociale... wil ik wel constructief ja. blijven en kijken naar iets anders. Kunnen we niet die index nog versterken? Okay. En u noemt het een sociale noodindex? Ja. hoe wil u dat doen? Wel, je kan bijvoorbeeld, um, dat kan via sociale partners gaan, maar je kan ook via een volmachtenbesluit bijvoorbeeld wel opleggen wat er, wat er moet gebeuren. Het is crisis, hè? er is een energiecrisis. Heel veel mensen kreunen onder die energieprijzen. En ik wil als socialist daar echt iets aan doen. Een, en ook tonen eenmalig? aan mensen dat je eenmalig? dat goed hebt. Je kan dat eenmalig doen. Wat voor mij wel belangrijk is, is dat die index wel onverkort wordt toegepast. Dus het maar... mag nooit een idee zijn van besparingen ja. of zo. Het moet zijn we steken. Uh, we moeten die koopkracht van de mensen beschermen. Maar we moeten dat misschien meer beschermen waar het meest nodig is, Nogstans, die extra koopkracht. Als uw argument is, de energieprijzen, daar is toch voor één miljoen mensen ook een sociaal tarief voor verlengd. Onder meer ja, maar door dat, de na de, na dat afklop... is dan onvoldoende. Na het afkloppen van de investeringsbegroting heb ik hier, denk ik, ook zelfs tegen jullie gezegd dat het voor mij hetgeen de regering gedaan heeft op energie een belangrijke stap was. Maar onvoldoende als je ziet wat de noden zijn van vele mensen op het vlak. En ik vind dat we de mensen. In de energiefactuur of in een strijd om die te kunnen betalen, nog beter moeten helpen. Oké, okay. goed. Dat is duidelijk. Dank je wel, de Conor de Dank je ook, uh, Matthijs Schepers. Ja, en straks hebben we hier nog een andere partijvoorzitter te gast, Joachim Koens, van CD&V, bediend of hij ook zo teleurgesteld is als Frank van den Broeke en Conor Rousseau. En ook de oppositie komt nog langs onder de vorm van Barbara Pas en Peter De Rover. Maar ook uh, volgende week zal het hier ongetwijfeld gaan over corona, want uit uw vele mails blijkt dat u nog altijd met veel vragen en twijfels zit. Geraken we hieruit? Hoe dan? Hoe zit dat met die nieuwe variant? Zijn we geëvolueerd naar een pasjesmaatschappij? En leveren we onze vrijheid in voor hopelijk onze veiligheid? U kan al die vragen zelf komen stellen volgende zondag, want dan hebben we infectiologe Erika Vliegen te gast en ook vicepremier en minister van Justitie de Liberaal Vincent van Kwikkeborne. En die laatste doet alvast één belofte. Op zondag 12 december ben ik te gast in de studio van de Zevende Dag en kunt u mij hierover alle mogelijke vragen stellen. Tot dan. En stuur uw vraag naar dezevendedagat1.be. En vergeet ook niet in uw mail uw telefoonnummer te vermelden. Dat maakt het net iets makkelijker om u te contacteren. Dag iedereen, ik ben Barbara Pas, fractievoorzitter voor het Vlaams Belang in de Kamer. En nu ben ik nog in het prachtige Dendermonde. Maar morgen zit ik in de studio van De Zevende Dag om het te hebben over de laatste coronamaatregelen. Goedemorgen, mijn naam is Stanny Krets en ik ben onderweg naar de zevende dag om te komen praten over de rampen die de cultuursector nu weer treffen. Tot straks. Goedemorgen, ik ben Karin Heremans, directrice van het Geo-Koninklijk Atheneum te Antwerpen. En ik kom straks naar de zevende dag om jullie te vertellen hoe het er op onze school aan toe gaat in deze opnieuw uitdagende, pittige tijden. Tot straks. Ja, die komen allemaal straks langs, maar nu al bij onze professor microbiologie Herman Goossens van de Universiteit Antwerpen ook nog altijd de hoofd van PREPARE, dat de Europese Unie adviseert in zaken pandemieën. Dus u weet wel wat gedaan. En professor Maarten Van Steen is de motivatiepsycholoog aan de UGent en ook lid van de expertengroep GEMS. Heren, uh, welkom. We hoorden het daarnet heel duidelijk. Hè? Conor Rousseau van vooruit, maar ook zijn minister Frank Van den Broeke. Het mocht wat meer zijn afgelopen vrijdag met het overlegcomité. Ook de experten hadden meer gevraagd, professor Van Steenkiste. Bent u dan persoonlijk ook teleurgesteld? Ja, ik, ik denk van wel. Ik denk, als je iets wil doen, was het snel ingrepen. Het feit dat we die extra week kerstvakantie voorzien ja, binnen een paar weken, denk ik, is, is laat. Um, betekent eigenlijk dat we, dat we onmiddellijk moeten reageren, doortastend reageren. Too little, too late is een beetje wat je al ja. in alle kranten. Uh, Ik denk hoest. wel dat wat een goede zaak is, is natuurlijk ja, dat er extra gehamerd wordt op ventilatie. Hopelijk wordt dit ook opgevolgd echt. Dat we de mondmaskers invoeren ja. ook. Dat zijn goede zaken natuurlijk. Ja, daar gaan we het inderdaad zo meteen over hebben. Ik wil met u ook even de cijfers uh, bijhalen. Hè. Want uh, dat doen we ook uh, elke dag bijna weer terug. Hè. Alweer natuurlijk een stijging in de cijfers. 3604 COVID-patiënten liggen in het ziekenhuis. Dat is plus 3 procent. En 803 van hen op intensieve zorg. Dat is een stijging met 18 procent. En het aantal overlijdens ligt nu op 47 per dag. Met wat is beslist, zal, zullen de dijken nu voldoende versterkt worden volgens u, professor Goosens? Dat zal de toekomst uitwijzen, natuurlijk. Maar ik vrees dat dat uh, ja, too little too late is. Hè, en, uh ik hoop dat de minister me daar niet kwalijk neemt, maar ik hoop dat Frank Van den Broek een keer ongelijk heeft en dat het misschien toch voldoende zal zijn. Maar ik denk in alle eerlijkheid dat dat uh, inderdaad toeliet. Ja, Frank is. Van den Broek heeft meestal gelijk. Um, uh, al was dat, vindt hij toch, zeer zeker ook zelf. Nu, we zien ook wel dat uh, dat jojo-beleid krijgt heel veel uh, kritiek. Uh, ik liet het ook daar straks al uh, even zien. Hè. Je hebt ook op, op sociale media overal, uh, .bu. E, dus beu en mensen zijn het beu. Jullie doen al heel vaak die motivatiebarometer. Hebben mensen ook nog inderdaad het vertrouwen? Derde overlegcomité, alweer nieuwe maatregelen. Gaan mensen dit volgen? Wel, wat we zien eigenlijk in de, in de cijfers rond het vertrouwen in de, in de overheid, is, 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 het heeft nog nooit zo laag gestaan. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld het vertrouwen in de deskundigheid van de politici. 7 op 10 van de gevaccineerden, ik spreek nu over de gevaccineerden, zegt: Ik heb weinig tot geen vertrouwen in de capaciteiten van de politiek. Zelfde cijfers voor de bedoelingen. De goede bedoelingen, men twijfelt aan de goede intenties. Terwijl dat dan eigenlijk al de overtuigden zijn, zeg maar. Dit zijn denk ik degenen die vandaag nog, nog mee volgen. Um, die proberen ook een steentje bij te dragen. Maar inderdaad, ja, de vraag is dan van waar komt dat wantrouwen, dat ook gegroeid is in onze is dat, barometer. Zien we dit is dat het hoogste 70% wantrouwen in het ja, beleid? Ja, Dat is hetgeen dat we. Het hoogste cijfer dat we tot nog toe genoteerd hebben. Um, en ik denk natuurlijk, ja, enerzijds heb je daar de, de sterke beloftes die zijn gedaan rond, het, rond de vaccinaties, rond het COVID-safety-kit. De naam op zich al suggereert veel. Foute naam, zegt men, absoluut. Foute keuze. Goed, mensen voelen zich inderdaad ergens ontgoocheld. Die beloftes worden niet helemaal waargemaakt. Maar iets anders, denk ik, dat vandaag zeer pertinent is, is natuurlijk een gebrek aan een, een helder schakelplan. In de cockpit is maar de vraag of we een duidelijke visie hebben waar we naartoe gaan, wanneer we schakelen. We de zien... motivatie, de coronabarometer, waar u, denk ik, al van in het begin <clears throat> voor gepraat. Absoluut. We hebben al dat advies overgemaakt vanuit de psychologie en corona aan de geest, de toenmalige geest. Dus ik spreek al over 17, 18 maanden terug opnieuw een, ook een opiniestuk gebracht vorig jaar op VRT Nieuws, dat schakelplan, die coronabarometer, zorgt ervoor dat je eigenlijk niet zoals deze week ook ziet dat co-piloten beginnen dan te zeggen plots, ja, oké, okay, we moeten hier iets doen. Maar we, er, Jan, -Bond, Jan Jan Bon, de co pilot dus, ja. En dat opzicht, ja, de, de vraag is, zo'n schakelplan zorgt voor een gedeelde visie op de ernst van de situatie. Ja. Ik weet nog, u zat hier... 17 maanden geleden zal het dan geweest zijn, in deze studio met Frank van den Broeke aan deze kant, die dat helemaal van tafel veegde. Ik voelde nu wel een opening bij zijn voorzitter, Conor Rousseau. Zal het er nu wel komen, denkt u? Wel, ik hoop het, dat we die opdracht krijgen binnen de GEMS om daar effectief werk van te maken. We gaan dat natuurlijk moeten herbekijken. Ook binnen CELIVAL lag er al zoiets op tafel een vorige werkgroep. Een vorige werkgroep. Dus, hmm. Maar het voordeel: ik wil dat toch even psychologisch nog even duiden, wat al de voordelen zijn. Eén iets is gedeelde visie op ernst van de situatie. Dus de cacophonie van alarmkreten kunnen we daardoor wat vermijden. Tweede voordeel: voorspelbaarheid. Wanneer gebeurt iets? Dit is een cruciale drempel. Oké, okay, dit wordt ja. duidelijk voor de mensen. Derde voordeel. Dit is een motivationele hefboom. Je kan zeggen aan de mensen... Oké, okay, dit doel dit willen we vermijden. Want anders moeten we opnieuw gaan schakelen. Ja. Vierde voordeel. Visuele communicatie. Alle communicatie vandaag is verbaal. Maar visueel moeten we investeren. Dus rood licht, groen licht. Ja, inderdaad. Dus ja. dat zijn, denk ik, psychologisch ja. gezien echt wel de ja. voordelen. Psychologisch al, maar... Kan je dat, ook met wat er op ons afkomt, hè, nu omicron, waar ik het zo meteen ook met u wil hebben, kan je dat gaan in een barometer gieten en zeggen. bij die cijfers moeten we zo gaan schakelen, want het ene virus is al besmettelijker ja. dan het andere? Ik denk dat wel. Ik was enkele weken geleden in Frankrijk. Um, waar, en ik herinner me dat ik naar het nieuws zat te kijken. en men toonde daar een kaart met de departementen. En, en de departementen waar de drempel overschreden was. om dan mondmaskers verplicht te maken in het lager onderwijs. En dat was een fediver in het nieuws. Men zei, kijk, voilà, in die departementen werd de drempel overschreden. Beschreden. Vanaf nu gaan die kinderen in het lager onderwijs mondmaskers dragen. Ik denk dat dat inderdaad een van de drempels is die je zou kunnen invoeren. Heel eenvoudig. En dan ga je die cacophonie die krijgen van de afgelopen weken in België tussen de verschillende ministers die dit zeggen of die dat ja. zeggen. Dat had het allemaal kunnen vermijden. Had men dat bijvoorbeeld ingevoerd, dergelijke drempels, dat, dat, dat was een fettivijl in het ja. nieuws in Frankrijk. Nu, we zien dat ook vooral de gevaccineerden afhaak, Ja, de niet-gevaccineerden zullen wellicht gewoon al heel lang afgehaakt hebben. Bij veel mensen speelt natuurlijk los van het beleid ook het beeld van we zijn nu al masse gevaccineerd en toch zitten we terug in, in dezelfde shit, zeg maar, om mm. het nu onkatholiek uit te drukken. Mm. Um, ook kijkt u daar inderdaad naar? Hè? Zal dat ook het geloof in vaccinatie mm. misschien en de boosterprik die eraan komt ook ondermijnen wat er nu gebeurt? Ik begrijp dat. Anderzijds, mensen moeten goed beseffen dat wij de spelregels niet veranderen. Het is het virus dat de spelregels veranderd heeft en daar kan je natuurlijk ook niks aan doen. Hè? Die Delta-variant is heel besmettelijk. Dat wisten we ook niet tot maart, hè, vanaf april is hij er gekomen. En toen hebben we gezien dat hij inderdaad zeer besmettelijk is en ja, dat heeft voor een stuk uh, de, de spelregels veranderd, maar dat is niet onze schuld, maar dat is niet de, de schuld van de vaccins. Maar de nog niet, hè, want u hebt toen ook al gewezen op, hè, er kan nog van alles op ons juist, afkomen, vierde golf, werd u niet voor een dank afgenomen. Mm -hmm. Wij hebben wel heel lang dat beeld gekregen, ook nog in september. We zijn met ja. zoveel gevaccineerden. Ook in de communicatie werd ons gezegd, het vaccin zal ons het rijk der vrijheid geven. Ja, ik denk dat dat inderdaad achteraf gezien wat ongelukkig was. Ik denk dat de, de term um, de, uh, corona safety kit, dat dat misschien niet de juiste term was, dat dat uh, mis, een beetje misleidend is gebleken. Hè? In, in Frankrijk spreekt men van een pass sanitaire, dat is misschien een betere term dan een safety kit. Eigenlijk een coronapas, hè? Een coronapas, ja. En dus ja, hebben we, we hebben heel veel ingezet op de vaccin. De Delta-variant is er gekomen. We hebben inderdaad ook wel gezien, reeds in de lente, dat die minder beschermt tegen overdracht van de Delta-variant. Dus ik denk dat we inderdaad wat te lang gewacht hebben om daar ja. een andere boodschap te brengen. Ja. Maar dat is niet, opnieuw niet de schuld van de wetenschappen of van de vaccins, maar dat is het virus. Het ja, ja. virus die de spelregels veranderd heeft. Ja. De communicatie natuurlijk ja, is, is niet echt goed geweest in de afgelopen maanden. Nee. Zeker mensen die zich hebben laten vaccineren met het idee om vrijheid te, terug te krijgen, die voelen ja. zich vandaag denk ik ook wel gefrustreerd. Ja. Aan het Hebt hoog. u er een zicht op dat mensen wel nog bereid zijn om die boosterprik allemaal aan mas te gaan halen? Wel, Dat bleek bij de gevaccineerden 8 op 10. Dat is ook wat gestegen, dus dat is wel positief nieuws. Dus in dat opzicht is dat wel hoopvol, denk ik. Ja. En vaccinatie voor kinderen, hebt u daar een zicht op? Of mensen dat zien? Want dat voel je ook wel, zelfs bij gevaccineerden, vaak de vraag: uh, moet ik dat mijn kind van vijf wel al aandoen? U ja. hebt kleinkinderen, hè? zou u het uw kleinkinderen aanraden? De ouders alle... dan? Ik vind dat een hele moeilijk. Op dit ogenblik ben ik niet zo enthousiast, in alle eerlijkheid. Kijk. Um, die, die kinderen tussen de vijf en de twaalf hebben eigenlijk amper last van het virus. Dus als je die kinderen massaal gaat vaccineren, doe je dat in feite om de bevolking, de volwassenen te beschermen. Ja. Um de complicaties met het, met het virus. Um, zijn ongeveer 1 op 10 tot 1 op 15.000. Dat wil zeggen dat je een zeer zeer veilig vaccin moet gaan gebruiken bij die kinderen. En dan wordt het eigenlijk eerder een ethische discussie. Willen we inderdaad die kinderen gaan vaccineren op grote schaal? Om dan de volwassenen te beschermen. En vooral dan diegenen die zich niet willen laten vaccineren. Dus ik voel en dan dat je zelf vind ik... niet staat te springen voor die nee, kinderen. Op dit ogenblik ben ik daar een beetje. Um, ja, afwachtend. Ik zou eigenlijk veel meer data willen zien over de veiligheid. En opnieuw, ik zou eigenlijk liever hebben dat men het verplicht maakt om te vaccineren. Iedereen. Um, niet noodzakelijkwijs de kinderen tussen de vijf en twaalf jaar, maar zeker dat men het verplicht maakt om te vaccineren. Voor alle en, volwassenen? Ja, ja, dat zou ik doen. Ja, ik zou dat, ja. Is daar draagvlak voor? Er is gestegen. Um, dus in de afgelopen maanden is dat gestegen van 55 procent, 60. En nu, de laatste meting, 70 procent bij de gevaccineerden. Natuurlijk, de ongevaccineerden is daar ja. radicaal tegen. Maar ik denk een andere soort oplossing zou kunnen zijn dat we eigenlijk vragen aan ongevaccineerde mensen om een soort contract te tekenen, waarbij als zij op uh, intensieve zorg terechtkomen, dat ze eigenlijk hun plaats gaan afstaan aan. Ja, Patrick Looper, de moraalfilosoof, heeft dat ook al Ja, aan. dus ik denk dat het voordeel daarvan is dat je de reflectie bij mensen aanmoedigt. En ze eigenlijk laat nadenken over ja, wat zijn de gevolgen. En, en denk je als... dat ze dan wel zich zouden laten vaccineren? Wel, dat hè? weet ik niet, maar dan gaan ze mensen op de blaren moeten gaan zitten ja. van hun keuze. Maar elke arts zegt dat ja, dat kunnen we in de praktijk nooit maken, want wij zijn er om levens te redden. Ook van iemand die misschien niet wil inzien dat het ja, anders komt. Uh, ik heb dat voorstel gelezen, Patrick Lobberg. Ik vond het een interessant voorstel. Maar ik denk dat dat in de praktijk niet zo gemakkelijk zal. In, dat het ja. in de praktijk niet gemakkelijk gaan kunnen invoeren, zo is. maar ik vond het interessant, uh, piste zeker. Ja. Wat ik nog tot slot wil vragen, is: ja, we gaan uh, allemaal vaccineren. Derde boosterprik, kinderen vaccineren. Anderzijds lees je dat omicron-variant uh, die op ons afkomt, uh, ja, dat leidt zelfs in Zuid-Afrika dat mensen die besmet geweest zijn en dus eigenlijk, wij denken, dan beschermd toch het ook weer krijgen. Gaat dit Omicron variant ook weer niet alles weer veranderen? Ik denk dat dat te vroeg is om daar nu uitspraken over te doen. Kijk, er zijn, er zijn drie parameters die uh, een rol spelen bij het... Uh, laten we zeggen, inschatten van het risico van omicron-variant. Dat is ten eerste de besmettelijkheid. We kunnen daar kun je straks op ingaan als u dat wenst. Dat is ten eerste de besmettelijkheid van deze variant. Deze is inderdaad meer besmettelijk dan bijvoorbeeld de Delta-variant. Dat is ten tweede het ziekmakend vermogen, dus de morbiditeit en de mortaliteit. En dat dat derde... zou meevallen, blijkbaar. Ja, maar ik heb daar mijn bedenkingen bij. Kijk, een variant die 50% besmettelijker is, is gevaarlijker dan een variant die 50% dodelijker is. Ja. Wel in absolute cijfers heeft dat een grotere impact. En dus ik, ik heb daar mijn bedenkingen bij. Dat is een discussie die we ook hadden in begin 2020, toen men zei: ja, maar um, dat SARS-coronavirus is eigenlijk uh, wel besmettelijk, maar dat geeft een lage mortaliteit, laag sterftecijfer. Toen heb ik toen gezegd: ja, maar in relatieve cijfers misschien wel, maar in absolute cijfers niet. Dus ik, ja, die hoopgevende berichten uit Zuid-Afrika, dat het toch wel meevalt. Ja. Ik heb het daar mijn bedenkingen bij. Baart u wel zorgen, in deze variant? Absoluut. Ja, en het derde aspect is de ontwijking van de variant aan de bestaande immuniteit. En daar zien we toch ook wel verontrustende ja, uh, informatie, zowel vanuit Zuid-Afrika ja. als bijvoorbeeld vanuit Engeland. Dus, dus ja, we maken ons zeker zorgen over deze nieuwe ja. variant. Zou je dan kunnen zeggen, afrondend, dat uh, ons was het Rijk der Vrijheid beloofd in 2021, dat het zelfs nog moeilijk wordt om ons dat al voor 2022 te beloven, aangezien we niet weten hoe al die varianten zullen zich ontwikkelen? Wel, ik moet zeggen dat met deze Omicron-variant we wellicht in een nieuwe fase van de pandemie gekomen zijn. Het is bijna een nieuwe pandemie die er zou kunnen op ons afkomen. Ik zeg wel zou kunnen, dus we gaan binnen dit en twee weken daar meer over weten. Maar voor mij heeft dat toch ja, de situatie wat, wat verwarrender, wat onzekerder dan, dan bijvoorbeeld een klein jaar geleden. Want toen, toen wisten we ja, oké, okay, als we de maskers dragen, afstand houden, ventilatie, lockdown, dan geraken we er wel uit. Nu ja, we hebben ondertussen wel die fantastische ja. vaccins, maar nu komt er dus nieuwe variant en nu zien we dat dat virus tot heel veel in staat is. Het draagvlak is verminderd bij de bevolking, dus ik vind de situatie in alle eerlijkheid moeilijker nu dan bijvoorbeeld jaar geleden. Ja. heel kort nog afsluitend, professor van Steenkiste, voelt u ook in de cijfers of meet u dat niet dat ook de angst misschien is toegenomen? Dat, of het besef. Dat valt nog redelijk goed mee, want dat er voortdurend wel piekt, is eigenlijk de onzekerheid over de situatie. Um, en dus dat betekent, denk ik, inderdaad, onzeker nu met de nieuwe variant. Maar we moeten naar een meer realistische communicatie gaan, denk ik. Ja. Mensen realistische inschattingen maken want van dit risico's. Gaat nog wel even... En niet beloftes doen. Maar mijn beloftes dreigen we inderdaad ja. absolute waarheden te verkopen. Oh. is niet juist, denk ik. Ja. Maar ik ga jullie toch een belofte doen. Ik hoop dat we elkaar toch ook volgend jaar, gezond en wel, hier terug nog eens mogen moeten in de studio. Heren allebei, hartelijk dank om langs te komen. Blijf nog even zitten, want ik ik wil nog even naar Duitsland gaan, want in ons land he, kreunt de zorg, maar ook in Duitsland staan de zenuwen gespannen, zeker in het oosten en het zuiden van het land kampen ze met tekorten. In een andere streek zit Hugo van Aken, een medisch directeur van het Universitair Ziekenhuis in Münster, coördinator voor de transfers onder meer van patiënten tussen Beneluxlanden, dus ons land, en zijn regio Noord-Rijn-Westfalen. Uh, goedemorgen, he, professor Van Aken. Um, hoe is de situatie eigenlijk bij jullie? Is die ook zo nijpend met tekorten? Ja, goedemorgen. De situatie in Duitsland is uh, nijpend, maar in vergelijking tot uh, Nederland en tot België denk ik dat we nog relatief goed uh, zitten. In Duitsland hebben wij een groot aantal bedden op intensieve geneeskunde: 34 op 100.000. In België, in, in België zijn dat uh, uh, ongeveer 17,5 ja. op uh, 100.000. Nu hebben wij één probleem. We hebben een derde van onze bedden die niet, kunnen, die niet kunnen gebruikt worden, omdat we zoveel verpleegkundigen hebben die na anderhalf jaar corona hun arbeid op 50% gereduceerd ja, hebben. Dat is inderdaad ook een om... probleem waar wij hiermee kampen. Uh, vorige golven werden er Belgische patiënten en naar de Duitse ziekenhuizen overgebracht. Uh, is dat nu weer gaande of komen daar vragen dat... toe? Er is, er is uh, vrijdagavond is er een uh, schrijven gekomen van de Belgische ambassade uh, in, uh, in Duitsland op het ministerie van Volksgezondheid. En ik weet dat daar positief over gesproken wordt. Namelijk, we hebben ongeveer nu uh, 20 patiënten uit het oosten van Duitsland overgenomen, 20 patiënten uit Nederland. En we hebben ongeveer nog een. Uh, 28 bedden die we voor deze personen, voor Binnenlux en voor het oosten van Duitsland ter beschikking stellen. Yes. Maar begrijp ik u nu we goed hebben... dat er een vraag is ook voor Belgen naar daar te brengen? Ja. Ja. En hebt die u vraag een idee is... hoeveel is... België? Die... We hebben ongeveer 20 bedden vrijgesteld in Noord-Rijn-Westfalen voor transporten uit België. Ja. En is dat het begin, denkt u, van een, 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 een toenemende stroom van patiënten uit ons land? Uh, ik denk dat wanneer we die twintig bedden vol hebben, dat er op, opnieuw gaat moeten gediscuteerd worden. We hebben momenteel in noord westfalen en ook in, uh, nee, in noord noordrijn westfalen hebben wij nog geen verbindering van de electieve ingrepen. Dat wil zeggen dat de meeste ziekenhuizen nog 100% hun patiënten kunnen behandelen. Het Universitair Ziekenhuis Münster heeft een uh, vermindering van ongeveer van 40 operatiezalen op uh, 34 operatiezalen gereduceerd. Zodat wij elke dag uh, beslissen welke ingreep levensnoodzakelijk is en welke ingreep uitgesteld werd. Nu, in Duitsland komt er ook dra een nieuwe regeringen aan de macht. Die willen een aantal dingen ook invoeren, onder meer uh, algemene vaccinatieplicht. Dat werd hier daarnet bij ons ook aan tafel aangehaald, van misschien zou dat wel geen slechte zaak zijn. Uh, hoe wordt dat eigenlijk in Duitsland uh, aangevoeld door de bevolking? Wordt dat gedragen? Dat wordt met 65% van de bevolking is daarvoor. Die vaccinatieplicht die gaat beginnen voor alle medewerkers die in een ziekenhuis werken. Van geneesheren, verpleegkundigen, onderhoudspersonaal. Dat gaat waarschijnlijk al verplicht zijn in de, maand, uh, in de maand januari. En een algemene vaccinatieplicht is niet meer uitgesloten. Het was de liberale partij die altijd gezegd heeft wij zijn tegen een algemene vaccinatieplicht. Die hebben nu bijgestraald dat ze gezien hebben dat het aantal mensen dat niet gevaccineerd is. dat zijn in Duitsland nog 30 procent. dat die het hele normale leven lam leggen. We hebben nu zeer strenge maatregelen genomen voor de niet gevaccineerden. Die kunnen niet meer in de restaurants gaan. Die kunnen niet meer naar buiten gaan in, op wijnachtsmarkten. Die kunnen niet meer naar voetbalstadion's gaan. De, also, daar zijn zeer strenge maatregelen. Het uh, Boeddes Verfassungsgericht heeft aan uh, vrijdag de lockdown die, uh, die men gemaakt heeft in het begin van het jaar, als uh, verfassingsconform daargesteld. Met andere woorden, er zijn zeer veel zaken gebeurd de laatste dagen, die denk ik een positieve invloed hebben op de verbreiding. En benieuwd we inderdaad welke pakken. discussie dat hier zal teweegbrengen, want dat zijn dingen die hier ook op de agenda staan. Uh, en benieuwd of uh, Duitsland een inspiratiebron zal zijn ook voor onze liberale premier of niet. Uh, u zal het ook wel blijven volgen. En alzins uh, fijn u te ontmoeten vanochtend, al is het van op afstand, professor Hugo van Aken. Dank u wel. En dat brengt ons bij de zorg, want verhinderen dat die helemaal kraakt, daarvoor moeten we onze contacten blijven beperken, wordt ons keer op keer gezegd. En we weten dat de ziekenhuizen kreunen onder de vele coronapatiënten en het personeel dat uitvalt. Maar hoe zit dat in de thuiszorg? Lina Ilbakali volgt de kimberly Klaes En dat is een verpleegkundige van het Wit Gele Kruis. Ik ga nu vertrekken om een vijftiental mensen te gaan verzorgen. Dat gaat van hygiënische zorg tot uh, bandagetherapie, uh, tot infuus, tot spuit tot medicatie. En ik hoop tegen een uur of twaalf deze middag uh, gedaan te hebben. Goedemorgen. Naar de zevende dag kijken zondag. We hebben momenteel wel iets meer. Uh, Patiëntenaantallen op ons lijsten dan gewoonlijk. Uh, omwille van het feit dat wij uh, met een serieuze personeelsuitval zitten. Deels door corona, maar natuurlijk ook deels uh, door andere langdurige ziekten. Goedemorgen, u gaat. het, Maar ja, als er iets is, mail ik hier. Salut, merci. Soms werken we een klein beetje minder lang, maar meestal werken we een beetje langer. Hallo! Ik durf niet goed denken aan wat als er nog meer collega's uitvallen, want momenteel hebben wij absoluut geen buffer meer. Uh, wij proberen de puzzel van de tekorten elke dag te leggen. En tot nu toe slagen we er altijd in omdat we zo gemotiveerde en fantastische collega's hebben. Maar wordt deze situatie nog een beetje erger? Ja, ja dan, dan weet ik het eigenlijk ook niet goed meer. Dan, dan gaan wij mensen die echt dagelijks zorg nodig hebben, maar ja, misschien minder nog moeten gaan. Of, ik, ik weet het niet, Dat is, ik, zou, ik wil er ook niet aan denken. Wij, wij gaan nu enkele weken de zorg wat terugschroeven bij de mensen bij wie het kan teruggeschroefd worden. Om na enkele weken als de golf hier is gaan liggen, euh, terug bij te schakelen en hopelijk met het gepaste aantal collega's. Voilà, mijn ronde is ten einde. We gaan de batterijen opladen en maandag gaan we er weer tegenaan. Ja, maar helaas, Kimberly kreeg net na de opname van de reportage te horen dat een collega ziek is gevallen en dat zij dus vandaag moet inspringen. We wensen haar heel veel goede moed. Welkom intussen, Dominique Benoit. U bent hoofd intensieve zorg in het UZ in Gent en Meulemeester van Familiehulp, ook een grote organisatie voor thuiszorgen. Wat we zagen in de reportage bij het Wit-Gele Kruis, is dat heel herkenbaar voor jullie? Dat is heel herkenbaar, maar ook een beetje anders. Ja. Uh, het is herkenbaar omdat er een soort watervaleffect is ontstaan, waarbij we zien dat uh, zowel van ziekenhuizen uit als vanuit woonzorgcentra er eigenlijk een soort druk komt ook naar de thuiszorg. Hè. Er is meer, meer zorg nodig. Er is meer zorg nodig. Uh, we zien ook veel huisartsen uitvallen, ja. zelfs huisartsenposten ja. die gesloten zijn. En we hebben natuurlijk ook zelf, zoals het in de reportage aan bod kwam, ook een tekort aan medewerkers die zelf ook besmet raken of in quarantaine zitten. Kunt u dat in cijfers uitdrukken of in een percentage? Of? Uh, ja, we hebben eigenlijk nu de voorbije weken situaties gehad waarbij tot 20% van de medewerkers in bepaalde lokale teams uitviel. Dus dat is ja. echt dramatisch. Ja. Hoe zit dat intussen bij het, uh, de afdeling intensieve zorgen bij u? We hebben een bijzonder uh, zware week gehad, uh, zoals jullie ook wel weten. Dat is nu voor een stukje gestabiliseerd. We hebben de twee extra bedden die we moesten openen, <coughs> hebben we geopend. Um, dus we hebben nu wel een beetje meer ademruimte. Ja. Maar het blijft uh, druk. Uh, we weten ook in de komende twee weken, dat het waarschijnlijk nog altijd druk gaat blijven. Ja, want er wordt nu ja. wel gezegd, de, we zijn misschien aan het plafond gekomen, ja. maar dat zal voor jullie niet onmiddellijk soelaas brengen, denk ik. Vermoedelijk niet. Ik hoop uiteraard van wel. Mm. Dat zou zeer welkom zijn. Maar men mag niet vergeten natuurlijk dat het tijdje gaat duren voordat die ic-bedden weer ja. vrijkomen. En het zal misschien het... eerder nog wat oplopen. De ja, nog eerder oplopen. En dat we nu nog maar aan het begin van de winter zijn. Ja. Griep, en... griep bedoelt u dan ook? Ja, bijvoorbeeld, maar andere respiratoire infecties. Ja. Maar evengoed de samenleving en gelukkig. Hij is open, maar dat betekent dat we alle andere pathologie ook moeten opnemen. Ja, ja. Dus we zitten in feite compleet, compleet vast. Had ja. ja. dit kunnen vermeden worden? Had dit moeten vermeden worden? Ja, we wisten dat, het, dat er zeer veel kans was dat het zou gebeuren. Dus eigenlijk, uh, ja, wij, wij kunnen dit niet begrijpen, uh, de situatie waarin we nu terechtgekomen zijn. En wat medewerkers... Dat is dan aan het adres van de politiek? Uh, dat is aan het adres van wie het wil oppakken. Ik kan hier niet het proces nee. maken, maar. We hebben een crisissituatie en we zien eigenlijk geen duidelijk crisisbeleid. In de crisis ja. is er een inhoudelijke regel. Zwart is zwart en wit is wit. Het moet heel duidelijk zijn wat er moet gebeuren. Ik kom nu in heel veel situaties dat ik eigenlijk niet kan uitleggen aan onze medewerkers hoe de vork aan de steel zit, ja. hoe de richtlijnen zijn, hoe de teststrategie is. Het, het verandert wekelijks. Dat, dat geeft enorm veel stress en dat creëert ook enorm veel interne vragen vanuit de medewerkers. Dus die kunnen die zijn met heel wat andere zaken bezig, soms door het opvangen van al die vragen, dan waar ze effectief moeten mee bezig zijn. Deelt u dat, of hebt u wel goede hoop dat wat er nu vrijdag is beslist massa-evenementen stilleggen, lagere scholen een weekje vroeger met kerstvakantie sturen dat dat toch wat resultaat zal opleveren? Uh, well, ik, ik hoop het, uiteraard, zoals iedereen. Uh. Maar wat denkt u? Dat is moeilijk te zeggen. Ja. Mijn punt is eerder opnieuw is dat men wel duidelijk veel vroeger een beslissing had moeten nemen en dan duidelijke maatregelen. Um, allez, de crisis duurt nu al twee jaar. Uh, het is de vierde golf. Ja. En toch herhaaldelijk bij iedere golf wacht men, wacht men, wacht men totdat men maatregelen neemt. Terwijl dat men weet dat de virusgroei exponentieel groeit. Ja. En men wacht om maatregelen te nemen, dat is wel de politiek. Ja, maar, maar het is nu crisismanagement, zoals er gezegd is geweest. Ja, maar door, het, 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 het is de politiek die het moet doen? Het is de politiek die het moet doen, ja. ja, ja. Op dat vlak is het de politiek die het moet doen. Wij gaan wel onze verantwoordelijkheid nemen in de ziekenhuizen. Ja. Um, maar als je je als alarmdrempel van 500 bedden mm. um, ja, gewoon niet meer als een alarmdrempel beschouwt, dan weet je dat het exponentieel gaat groeien. Ja. En dan is het probleem bij Covid-patiënten dat ze er ongeveer. Drie keer langer liggen dan een ja. non-covid-patiënt. Ja. Dat betekent dat uw capaciteit, met andere woorden, van 25% in een paar weken tijd naar 50% ja. of zelfs gaat. En, en u trok van de week ook wel wat aan de alarmbel. Ja, wij moeten eigenlijk zeer zware beslissingen nemen. Uh, uh, niet essentieel of niet dringende zorg uitstellen. En dat zal op zijn beurt ook tot oversterfte leiden. Ja. Ja, er zijn al uh, heel wat studies, wel één grote studie in ieder geval in, uh, in de VS, uh, die duidelijk aantoont dat tijdens de COVID uh, eerste golf en tweede golf er effectief oversterfte is in de bevolking die geen COVID heeft opgedaan. We hebben nu recent een, een, een studie in Brazilië die aantoont dat je op het moment dat je een COVID-piek hebt, ja. dat de sterfte op de intensieve zorg voor de non-COVID-patiënten ook stijgt. Ja. Ja. Nu, vanuit de politiek, met name Bart De Wever, de voorzitter van NVA, is daar van de week ook wel een uh, uitspraak over gedaan in uh, de afspraak op vrijdag. Mm -hmm. Geert Molenberg heeft dat gezegd. 26.000 mensen zijn ons ontvallen door covid. Dat is een ongelooflijk aantal. Hè? Dat is de helft van het aantal slachtoffers van de Vietnamoorlog op veel minder tijd. Dan zou je een soort nationaal trauma verwachten. Maar dat is er eigenlijk niet. Want als je gaat inzoomen wie, wie zijn, wie is die oversterfte? Ik heb dat voor Antwerpen voor het jaar 20 laten analyseren dan zie je natuurlijk dat dat vooral 80 80-plussers zijn. En dat de oversterfte van dat jaar de ondersterfte van de volgende jaren zal zijn. Ja, hij voegde eraan toe dat deze pandemie qua oversterfte eerder anekdotisch zal blijken te zijn. Klopt dat? Dat de oversterfte zal gecompenseerd worden door minder sterfgevallen? Dat is, uh, dat is uh, moeilijk te zeggen. Ik zou zeggen, ik, ik, ik zie daar zo een volatiliteit in onze waarden over die laatste twee jaren. Mm. En, en in het begin van de crisis in de eerste golf, dat was levenseinde gewoon taboe. Men mocht het niet bespreken, terwijl we het wel mm -hmm. hebben proberen te bespreken. Dus met andere woorden, wij moesten patiënten die quasi een levenseinde waren, toch nog opnemen op de intensieve zorg. Ja. Wat gebeurt er vandaag? Uh, mensen die we nu opnemen zijn niet eindelief En worden in feite weggecijferd als zo, gebagatelliseerd, alsof dat die mensen het niet tellen. Ja. <coughs> dus nee, ik ben daar niet mee akkoord. Nee. Ja, wat vindt u daarvan? Zijn levens minder waard geworden? Um, dat is een zware uitspraak, maar uh, ik wil toch wel wijzen op de vele honderdduizenden mensen die nu in de thuiszorg uh, zitten eh, en waarvoor de thuisverpleging en de gezinszorg en de huisartsen verantwoordelijk zijn, dat die, wat mij betreft, eigenlijk gezonde levensmaanden aan het inleveren zijn, eh, doordat wij niet in staat zijn om hen voldoende zorg te geven of uh, kwalitatieve zorg. Wij moeten dagelijks puzzels maken rond de mensen. Wij moeten heel veel herplannen van zorg. En onze middenkader, de maatschappelijk ja. werkers en de psychologen, die staan ethisch en moreel ook enorm onder druk omdat zij moeten kiezen uh, telkens. He. Ze hebben zo'n pakketje zorg en ze hebben zo'n grote uh, vraag aan zorg. Mondmaskers en, en beschermende pakken en vaccins zijn één iets. De stress en de voortdurende onzekerheid is, is ook ziekmakend. Ja, dat is, dat is het absoluut. En het is daar dat we de, groot, de grootste uitval nu zien: he. door ja. uh, burn-out, door depressie. Mensen die het niet meer aankunnen. En ik denk dat we. Ali, dat wilde ik in elk geval vandaag meegeven. Als men het beleid in de toekomst met betrekking tot COVID helemaal op spoor wil zetten, dan moet men ook kijken naar de noden van al die chronische zorgvragers. En, en dat zijn er heel veel soorten: dat zijn de ouderen, maar dat zijn ook ja, ja. mensen met verslavingsproblemen, mensen mm. met psychische problemen. Het, ook die. Eh, mensen met dementie bijvoorbeeld, ja, die hebben nood aan een vaste structuur, ja. aan een vaste verzorgende die bij hen... Voor jullie ook absoluut niet meer het yo beleid van de voorbije weken? Ja, absoluut niet. Nee. nee. coronabarometer kan daarbij helpen? <tus> Goh, ik zou zeggen, we, we hebben ergens een coronabarometer in ons ziekenhuis. Hè. We, hebben een faseplan, hè. Uh, we hebben een faseplan. We hebben een faseplan. We ja, weten zeer ja, ja. goed wat we moeten activeren en welk personeel dat we moeten inzetten. Het is zo dat we werken. Dus vandaag is de organisatie veel minder een probleem dan in de eerste of tweede golf. Verplicht vaccineren voor iedereen kan dat helpen? Uh, wel, ik zou zeggen, als, 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 stel nu dat 100% van de bevolking gevaccineerd zou zijn, dan zouden we nu toch al um, maar rond de 400 bedden zitten. Dan zou het al heel wat haalbaarder zijn in de zorg. Ook als we kijken naar de mensen die gevaccineerd zijn en opgenomen zijn. Um, uh, in ons ziekenhuis en ook op intensieve zorg. En, en dat is een gevoel, want ik denk dat moet daar ook wel uh, cijfers uh, wel kunnen voorleggen. Maar het gevoel is dat die mensen toch wel minder ziek zijn, minder, ja, ja. misschien minder vaak beademd worden, minder lang zuurstof ja. moeten krijgen. En dat ze wel even passeren via de hospitalisatie, maar dan terug naar huis en terug in de ja. thuiszorg komen, waar dat door nog een hele posthospitalisatie is. Dus dan komen ze terug bij u terecht. We gaan naar het einde van het jaar, we gaan naar de kerstvakantie. Mensen zullen ongetwijfeld dat willen doorbrengen bij de familie. Kunt u hen dat geven? Um, wij kunnen hen dat niet altijd geven, maar ik moet zeggen, ik heb deze week nog mijn waardering, mijn dankbaarheid en mijn respect uitgedrukt. Het is echt ongelooflijk wat de mensen in de zorg ja. hier nu presteren. Uh, zij stellen hun verlof uit. Zij, stellen, uh, ja, zij doen alles om, om daar te zijn uh, voor de mensen. En uh, ik denk dat zij eigenlijk, uh, uh, doordat zij het zo lang volhouden, ook uh, dat dit soms een beetje ten nadelen is zelfs uh, van, ja. uh, van het hele gebeuren. Okay. Uh, Laten we hopen dat de maatregelen dan toch wat effect hebben, dat de cijfers al beginnen dalen. Mm. En dat u en de mensen die met u werken dan toch wat rustiger kerstdagen kunnen doormaken. Dank u wel. Oké, okay, dank okay. u wel. Let it all burn, de voorbode was dat van de zomer van Montbré. De debuutplaat van onze muzikale gasten van vandaag. Dag Sylvie Kreus. goedemiddag intussen denk ik. Het gaat hard met die hè, debuutplaat van jou. Vier Mia-nominaties meteen. Dat zijn de Vlaamse muziekprijzen die in februari uitgereikt worden. Album, alternative, artwork en solo vrouw. Welke zou je liefst zeker winnen? Ja, ze stellen die vraag nogal vaak en... Ja, Ik zou zeggen album, omdat daar een beetje het totaalpakket is. Ja. En ook vooral, ja, het album is ook net uit, dus voor mij draait het nu ook vooral ja. om het album. Dus. Ja. Want als je ja. kijkt naar Solo Vrouwen, staat wel in eminent gezelschap: Angèle, ja. met Mees, Camille. Kan jij jezelf in die, in die plaats waar mensen jou onvoldoende zouden kennen, positioneren? Wat maakt jou uniek ten opzichte van al die anderen? <laughs> Goh, dat is moeilijk te zeggen. Um... Goh, ik denk dat we allemaal wel heel uniek zijn of zo. Allee. Ik denk uh, mescler mee tegenover Angel. Ik denk... Allee, daarmee dat juist zo spannend is of zo. Ja, het zal inderdaad um, wel spannend zijn. Maar ja, wat maakt mij uniek? <laughs> is een moeilijke vraag, ja, ja. Um, Nu, jouw debuutplaat die heet Montbrey. Dat is naar een ja. Frans stadje in Normandië waar blijkbaar alles is gebeurd, bij manier van spreken. Wat, wat is daar zo bijzonder geweest dat het meteen ook de titel werd he, van je plaat. Ja. Dat was eigenlijk tijdens de eerste lockdown. Uh, ik had al wel wat geschreven, maar dan uh, ging ik eigenlijk echt gewoon de plaat beginnen maken en alles in elkaar puzzelen met mijn gitarist Jasper Segers. En um, wij zijn daar beland omdat heel goede vrienden van mij hebben daar een, een, ja, een stuk rond, een oude boerderij. Fijne vrienden. En, ja, en uh, wij, eerst was dat voor een week, maar alles werd gecanceld en uiteindelijk zijn we daar gewoon ja, blijven hangen ja. en maanden gebleven. En ik vind, dat was een heel een mooie moment in mijn leven. Al mijn vrienden waren daar. We hebben een beetje onze eigen shangri-la um, ah, gecreëerd. Is, dat ga je straks zingen. Ja, legt voilà. al meteen een link. Ja, en ik denk het album had gewoon nooit zo geklonk. Allee, dat was de ja, als we dat in de stad hebben gemaakt, dan had het een heel ander album ja. geweest. Dat was Corona on... was dan toch ergens uh, ja, goed voor. Ja. Uh, het wordt ook uh, een break-up-plaat uh, genoemd. Je, schrijft, of je zegt ergens dat het met geld voor een psycholoog uitgespaard Dat klinkt heavier dan dat de plaat is. Ja. ja. Maar het was toch een heel verwerkingsproces. Ja, sowieso. En natuurlijk, op het begin van je proces is alles heel heavy. Wanneer dat, de, allez, dat verdriet nog heel diep zit. Maar dan, dat is een heel lang proces. En tegen het einde komt er ineens wat meer humor bij. En dus je ziet wel elke emotie of zo dat je doorgaat. ...heel je healingproces. Het is, het is voor mij is het niet per se break break-upplaat... ...maar meer zo van hoe dat ik mijn eigen terug heb gevonden. Ja. En, ja, en dat heeft dan een geweldige plaat ook opgeleverd. Ook genomineerd, ik zei het al, voor artwork. Hè. Uh, even bijhalen hier in het scherm. Het is wel inderdaad bijzonder. Misschien kan jij het beter uitleggen dan ik. Ja, dus dat is uh, met... Uh, Stefan Lover is de artiest die dat heeft gemaakt. En dat... Dat ben ik dus alleen met een man en dat is een 360 graden beeld van ons gemaakt. En we hebben daar het in dus porselein ook echt... zoals hij dat was. Ja, en voor. dat is effectief. We hebben daar ook een beeldje van en daar heeft hem dan ook Allee, heeft hij dan een hand van gemaakt. <laughs> uh, en ja, de, ik, niet, ik vind dat dat beeld heel veel zicht. Het was eigenlijk zelf eerst niet de bedoeling dat uh, het hoofdje eraf zou zijn, uh, af zou gaan. Ja, dat dat Want een... ik dacht ja, break-up-plaat, het hoofd is eraf. Ja, zelf, nee, uh... eerst was dat hoofd er wel aan, maar dan uh, een grappig moment was meer vanuit een joke of zo ontstaan. Maar dan ineens, ja, door het feit dat dat. Uh, Hoofd eraf is, zegt dat beeld zoveel meer. En dat, is, dat ik zo heel krampachtig nog mij vasthoud aan de man die er eigenlijk gewoon niet meer is. Ja. Die zijn, ja. Ja, zijn hoofd of, kwijt is. Die, die is zijn hoofd kwijt en is ja. jou ook kwijt. Jammer voor hem. Je gaat uh, meteen, je raakt het ook al aan. Shangri-La zingen, dat is eigenlijk ook, wat ik zei het al, het break-up-plaat klinkt heavy, maar dat is ook uh, een nummer om vrolijk van te worden. Ja, ja. Wat wil je dat we erover weten voor je eraan begint? Um, Shangri-La is eigenlijk de moment wanneer dat je uh, iemand nieuw leert kennen en dat je je, eigen, uh, de, ja, je durft terug open te stellen. En dat je terug die naive, je naïeve zelf of zo terugvindt om gewoon ja al uw trauma's of zo te vergeten. En, ja. Om het u helemaal toe te laten. Ja. Je gaat zo meteen naar ons kleine, beperkte podium, want ik neem aan ook voor jou alles geschrapt? Of hoe zit het? Uh, ja, de er de is, is wel... Waar... Allee, eigenlijk vooral um, uitgesteld naar maart, april, maart, zo die maanden. Dus uh, ja, ik kijk uit naar... Dan, ja. ja, laten we hopen dat er een rijk van de vrijheid komt volgend jaar. Maar, maar het is toch al die plaat. En tegen dan weten we ook in februari hoe het zit met die Mia's. Dank je wel alvast ja. en heel veel succes ermee, Sylvie. En ik zei het dus al, een kanshebber voor de Mia's hier op ons bescheiden podium vandaag. Dat podium van de zevende dag. Uit die nieuwe plaat, die debuutplaat, goed is voor vier nominaties. Is hier Sylvie Kruys en Kruisliever en Shangri-La. and mm then -hmm. dan terug naar het overlegcomité van vorige vrijdag. Want daar was het grote twistpunt onderwijs. De wetenschappers wilden het lager onderwijs tien dagen sluiten. Uiteindelijk werden het mondmaskers vanaf zes jaar ook buiten het onderwijs overigens. En de lagere scholen een weekje vroeger kerstvakantie. En daar was werkelijk niemand echt gelukkig mee. Vandaar beslissen dat maandag. Gans groepen kinderen niet meer naar de school kunnen gaan is een beslissing die je gemakkelijk op papier kan nemen en in de praktijk een stuk, een stuk moeilijker is. Op die plaatsen waar die geldt zal de mondmaskerplicht vanaf, van, vanaf morgen gelden voor de leeftijd vanaf zes jaar. Ik denk dat u van een minister van Onderwijs moeilijk kan verwachten dat hij blij of euforisch is met wat vandaag beslist is. Ik krijg heel veel vragen ook van kinderen, jongeren en hun ouders. Het is een, denk ik een heel moeilijke periode, ook voor hen. Vanuit dat perspectief is het compromis voor mij wel teleurstellend. Ja, welkom Karin Heermans, directeur van het Koninklijk Ateneum in Antwerpen. En welkom ook Kathleen van Lemmens van Vrije Basisschool, de Leertrommel in Opwijk. Ik moet eerst iets corrigeren, want ik zei werkelijk niemand was tevreden. Er was wel iemand tevreden, namelijk Vlaams minister-president Jan Jan Bon. En dat we de kerstvakantie uitbreiden met een week. Uh Laten we daar toch eerlijk over zijn. Een week waar toch nog niet veel eh, pedagogische impact van is. Ik denk niet in de laatste week voor de kerstvakantie. Ik herinner mij dat toch nog van toen ik jong was. En bij mijn kinderen en nu ook bij mijn kleinkinderen, dat dat toch eerder weken zijn van eh, een kerstfeestje hier en eh, nog wat voorlezen en weet ik veel wat daar. Dus de, de pedagogische impact daarvan is toch eh, eerder minimaal wat die week betreft. En dat vonden we toch eh, belangrijk. Ja, mevrouw Valemmes, daar is heel veel over te doen, over die uitspraak. Hoe is die bij u binnengekomen? Ja, dat is uh, ontzettend verontwaardigd uh, dat je daarover kan zijn. In, in één, à twee zinnen heeft eigenlijk uh, meneer Jan Bon het ganse onderwijsveld, een volledige sector, meer dan 60.000 leerkrachten basisonderwijs het harnas ingejaagd. Uh, u ook? Uh, inderdaad, uh, ik denk dat meneer Jan Bon. Vooral dacht aan zijn periode zelf als leerling. Maar voor leerkrachten en directies ja. is dat een van de zwaarste weken van het schooljaar. Je moet een periode afsluiten, een nieuwe opstarten, uh, ja. rapporten, oudercontact, coachingsgesprekken met leerlingen. En dan nog uh, ja, uh, projecten organiseren om die nieuwe eindtermen te realiseren. Dat staat ook allemaal ja. in die week. Dus, okay. uh, dus dat valt uh, niet goed. Anderzijds. Uh, moeten we ook wel vaststellen hè, dat op dat overlegcomité de minister-presidenten en hun ministers van Onderwijs hemel en aarde hebben bewogen om die lagere scholen open te houden. Hè. Bent u wat de maatregelen betreft dan wel tevreden of niet? Ik denk dat de sluiting van de school de week voor de kerstvakantie komt te laat. Ja. Dus het is op het moment, brandt het nu in de basisscholen. Had u dan ook gewild die tien dagen sluiting zoals de wetenschappers voorstelden? Op dit moment denk ik dat dat een noodzaak zou geweest zijn om terug verder te kunnen. Maar Want nu, nu gaat dat niet. Nu gaat het niet. Nu blijven we voor een stuk toch wel wat aanmodderen. Hè. Ja. Dan is het die klas, dan is het die klas. De helft van de school die thuis zit, dan is het de andere helft die thuis zit. Dat is op het ogenblik het geval? Of? Dat is op, op het ogenblik het geval in vele scholen. Hè. Wij, wij zijn ook in een systeem gekomen van het hybride lesgeven. Ja, ja, ja. Dus een deel van de kinderen hmm. zit op school, een ander deel zit thuis. En dat is niet alleen voor ons een krachttoer, maar ook voor ouders. Hè. Ik heb ouders die zeggen, nu zit kind A thuis, twee weken daarna ja. zit kind B thuis. En s'avonds wordt er gebeld dat ze s morgens niet meer mogen komen. Dus organisatorisch is dat een ramp ja. die volgens mij had kunnen vermeden worden. Hoe zit dat bij jullie? Ja, dus middelbare bij jullie? Wel, uh, ja, maar ook wij zagen het eigenlijk aankomen. Het begon eigenlijk al de tweede helft van september dat er veel uh, leerkrachten in quarantaine moesten omwille van hun kinderen. Dus zeggen dat onderwijs niet de motor is, dat is denk ik niet correct. Het is echt wel de motor. Je moet er maar een simpel rekensommetje voor maken. Um, he, een leerkracht ja. voor twintig leerlingen, die gaan allemaal naar huis, die gaan allemaal naar de sport. Hoe snel dat, dat virus zich dan verspreidt, dus jawel, dat is wel ja. de motor. Dus voor, wij jullie, zaken... voor jullie, voor het middelbaar onderwijs, is uit de bus gekomen dat het tot aan de kerstvakantie of tot de examens hybride is. Dus ja. de helft fysiek, de helft van, van thuis, wij, is dat oké? Okay? Uh, we hadden dat eigenlijk zelf al ingepland. We waren, gingen zelf een stapje verder gaan. Um, maar dat is oké, okay, maar de examens starten ook deze week. Hè? En de andere ja. leerlingen die komen dan in de namiddag, dus we wisselen af. Maar eigenlijk had ik net zoals mevrouw. Um, die, die afkoelweek had beter aan de herfstvakantie gekoppeld, omdat je dan al kon zien dat de cijfers ja. de hoogte ingingen. En de mondmaskers vanaf zes jaar? De mondmaskers vanaf zes jaar is volgens mij ook een maatregel die had kunnen vermeden. Uh, mm -hmm. Hadden we sneller ingegrepen, dan, of althans minister Wijns sneller ingegrepen, had het zo ver niet moeten komen dat dit een verplichting moet zijn. Wat ik wel jammer wat, wat vind... Wat had minister Wijn dan kunnen doen? Uh, de minister had op zijn minst uh, er moeten zijn. Hè, waar hij heel aanwezig was in de eerste golven, was hij op dit moment een zeer afwezige minister. Wij hebben... Weken aan een stuk gezegd: dit loopt fout, dit komt niet goed. Mm. Uh, we hebben geen plan van aanpak gekregen. Hij is blijven kloppen op de nagel van de scholen blijven open, de scholen ja. blijven open, maar op deze manier is mm. dit zeker geen, niet, niet vol te ja, ja. houden. Of, of, wat, 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 er er anderzijds, wat er anderzijds wel is afgeklopt, is uh, die ventilatie. Hè. Hebben jullie overigens al over, overal ventilatie? Um, wij hebben een zeer oud schoolgebouw, dus wij beschikken zeker niet over een ventilatiesysteem. Ja. Ons ventilatiesysteem is zoals zoveel scholen ramen en deuren open. Want nu, zou geld, wel... nu zou er het, geld, ja. het wordt en er wordt geld voor beschikbaar ja, gesteld. Klopt. Wordt dat een oplossing? Uh, wij hadden al CO2-meters in alle klassen. Mm -hmm. uh, ik ben daar toch wel redelijk snel uh, mee gestart en alles staat open. De verwarming <kwijnt> draait natuurlijk op volle ja. toeren, want daarnaast mm. hebben we ook kinderen die in koudere temperaturen les moeten geven, Dat willen we ergens ook niet. Uh, maar die tegemoetkoming is zeker welkom. We hopen alleen dat we niet te lang moeten wachten. Ja, ja, inderdaad. Mark van Rans bijvoorbeeld, die stelt voor om in Vlaanderen een ventilatiefonds op te richten, speciaal ja. voor de scholen, uh, waarmee dan de scholen ja, die, die ventilatie kunnen bekostigen. Um, ik denk dat dat inderdaad nuttig zou zijn. Hè. Ik denk dat net zoals mevrouw ook wij hebben een oud gebouw mm. uh, en daardoor de afgelopen twee jaar de besmettingen Onder controle kunnen houden. Behalve de afgelopen week was het. Allee, gisteren het aantal uh, berichtjes dat ik gekregen heb van leerkrachten die in quarantaine moesten anderen die positief testen. Daar komt bij, eigenlijk de, de, uh, het tekort aan leraars. Hè. Je moet dat ja, maar opvangen. Ja. Ik heb de afgelopen weken drie extra mensen aangenomen. Eén om de leerkrachten te ondersteunen. Dus en gevonden, ja. uh, weliswaar totaal andere diploma's, niet aan mm -hmm. uh, onderwijs gelinkt, maar een coach voor de leerkrachten, een coach voor de jongeren en uh, een coach om de link met thuis te leggen. Want die thuissituatie van sommigen, ook daar uh, mogen we niet vergeten. Sommige uh, kinderen hebben, hebben een context waarin dat ze leven die heel moeilijk is om dat hybride ja. onderwijs te kunnen realiseren. Dus moeten we echt rekening mee houden. Ja. Moeten kinderen, heel jonge kinderen in uw geval, op het ogenblik boeten voor het feit dat. Toch best wel wat volwassenen weigeren zich te vaccineren? Ik vind dat wel. Ik vind dat de maatschappij uh, is mogen doorgaan met alles wat, wat, er, wat er op dat moment allemaal leefde, ten koste van onze kinderen op dit moment. Want er zijn zeer veel kinderen die soms zelfs tot een maand in quarantaine thuis zitten. Mm -hmm. En dat betreur ik ten zeerste. Ja, wat vindt u? Ja, ik vind het eigenlijk ook. Um, ik vind dat we um, echt moeten inzetten, vaccinatieplicht vind ik een hele moeilijke, omdat uh, dat we heel sterk moeten inzetten op het overtuigen van mensen. Um, dat je jongeren, als het over jongeren gaat, uh, ook zelf kan betrekken. Wij hebben zo bijvoorbeeld een klas wetenschappen, Pierre van Dammen heeft een klas wetenschappen bij ons opgeleid mm -hmm. om een project te maken voor de andere leerlingen. En het zijn de leerlingen die aan de leerlingen zijn gaan lesgeven hè, over ja, ja. aerosolen, virussen en vaccins. En dan komt dat veel meer. Ja, 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 Wordt dat natuurlijk. veel sneller uh, aanvaard? Dus daarop inzetten en inderdaad eerst de volwassenen zoveel mogelijk vaccineren. Ja. En dan laten wij het eigenlijk alle twee, denk ik, aan de wetenschappers over om over die kinderen te beslissen. Ja. Intussen zou het wel eens kunnen dat de komende weken misschien nog meer klassen dicht moeten, hè? want de quarantaineregels worden af, uh, aangescherpt. Vanaf twee leerlingen per week beschikbaar. Of besmet liever moet de klas in quarantaine. Vreest u daar ook voor? Ja, absoluut. Mm -hmm. um, ik heb nu een aantal klassen met één besmetting. Dat ik dacht: Oké, okay, we zitten terug eventjes mm -hmm. safe. Maar ik vrees deze week dat er toch wel. Uh heel veel terug gaat veranderen met dan weer dat probleem dat mensen van de ene dag op de andere moeten zorgen dat dat kind thuis kan blijven. Ja. En ik denk dat dat echt wel voor ouders ongelooflijke spreidstand ja. is. Hoe kijkt u naar die quarantaineregels? Want misschien is het wel nodig om het veilig te houden het, het, en het is... de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ik denk dat het inderdaad nodig is om het veilig te houden, om een algemene lijn te trekken. Maar het virus is zeer grillig. Hè? Mm. Uh, zeker in een oud gebouw zoals het, zoals het onze. Ik merk dat mensen met een, met een hoog risicocontact de ene positief is, de andere niet. Dus ik denk dat je echt naar de, naar de context uh, moet kijken van hoe is die ruimte geventileerd en hoe hoog is dat risico. Yeah. Uh, dus ik denk dat je dat zeker moet meenemen. En net daarom. Uh, denk ik dat dat idee van die uh, barometer aan, gekoppeld aan kleurencodes met maatregelen dat dat voor scholen toch echt wel nuttig zou zijn, hè? Ja. Want ondertussen, denk ik, mevrouw, ook hebben wij zelf al ons eigen uh, preventiebeleid en kunnen wij zelf inderdaad al schakelen vanuit ervaring, maar daar ruimer trekken zodoende dat mensen zich gesteund voelen. Allee, wij worden als school ja. heel sterk gesteund door onze scholengroep, door de mensen van Geo Centraal, uh, die ons ondersteunen. Dat mag toch ook wel gezegd, ik denk bij jullie uh, evenzeer. Maar van de overheid toe zoiets ontwikkelen en voorzienig proberen te zijn. Uh, we gaan naar een andere manier van leven, ja. en ik denk dat we dat we daar zoveel mogelijk mensen moeten in meenemen. Een andere manier van leven dan ook een andere manier van schoolleven. Want we hebben nu twee weken tot die vervroegde kerstvakantie. Dat is dan drie weken... Over vijf weken hervat het schoolleven. Hoe ziet u dat? Wat, wat denkt u dat... In welke situatie zal dat gebeuren, denkt u? Ik vrees een beetje, als er een vijfde golf gaat aankomen, dat wij in hetzelfde straatje gaan belanden. Mm. En op die manier zal het een heel schooljaar door zijn met klasquarantaines, individuele quarantaines. Ja, dat is waar. En daarvoor willen wij eigenlijk echt een plan van aanpak. En vragen wij aan de minister, neem zelf uw verantwoordelijkheid. En u bent degene die moet zorgen mm. van hoe gaan wij daarmee omgaan, op welke manier. Hier gaan wij op voorhand al nadenken om te zorgen okay. dat wij niet meer in dat straatje komen en dat wij niet moeten blijven aanmodderen en ook kinderen en mensen elke keer weer opnieuw het moeilijk moeten maken en leerkrachten daarbovenop? Dat is een heel duidelijke boodschap voor de minister. Dank u allebei. Dank u wel. Ja, dus mondmaskers in de klas, al vanaf het zesde... Zelfs daar liever... Uh, leeftijd, liever... Goh, ik ben al aan het doddelen. Dat al vanaf het zes... Als je zes jaar bent... Man, man, man. Dat ook al vanaf morgen maandag, 6 december, al die zessen. Want 6 december, dan is het Sinterklaas. Een kinderfeestje dus, een beetje in mineur. Zeker voor al die kleine snoodaards die van plan waren om dit weekend de Sint van Studio 100 toe te juichen in het Sportpaleis. En ook de Goedheilige Man keek er erg naar uit. Dag, lieve kinderen. En mama's en papas, ik sta hier backstage in het sportpaleis. Maar helaas, ik sta hier helemaal alleen. Dus de grote Sinterklaas show kan dit jaar helaas niet doorgaan. Maar ik beloof jullie, volgend jaar zijn wij hier terug. Met een grootse show en met alle Studio 100 Helden erbij. En vergeet niet, op 6 december zet jullie schoentje klaar, want dan kom ik zeker bij jullie langs. Dag. Ja, de Sint mocht dus dit weekend geen brave kindjes entertainen in het Sportpaleis. Maar hij is niet de enige dupeerde na het nieuwe overlegcomité. De hele cultuur- en eventsector wordt getroffen. Want theater en andere voorstellingen mogen alleen nog doorgaan met maximaal 200 mensen. Voorzien van een coronapas en een mondpasker. Ook getroffen Stanny Krets, hè? acteur, regisseur, createur. Zal ik jou maar noemen. Goedemiddag. Uh, misschien even kijken naar Winterrevue. Ja. Dat is vrijdag voor het publiek in première gaan. En Gisteren was het journaal ook even ja. op bezoek. Volle okay zaal kunnen in première gaan. Hoe was het? Zeer fijn, uiteraard beetje bitterzoet natuurlijk. Hè. Dat is fijn omdat je een, een, een eindpunt kan maken aan lange repetitieweken. Uh, hard werken en dat wordt beloond door een enthousiast publiek. Aan de andere kant weet je dat het uh, het begin is van een zeer korte reeks waar vandaag een einde aankomt. Ja, natuurlijk. Vandaag al de derniere en ook ja. maar voor 200 man meer. Vandaag niet, hè? Nee, 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 nee. Vandaag spelen wij nog vrolijk, ja, vrolijk uh, voor, de volle pot. voor de volle pot. Vanaf de... morgen is het maar vanaf uh, 200 man en dan... en dan kunnen we niet meer spelen want dan is het helaas totaal niet rendabel. Ja. Had je dit zien aankomen? Uh, nee, natuurlijk niet. Uh, nee, nee, nee. Als, er, uh, als je twee uh, overlegcomité's achter de rug hebt en je blijft gespaard, eigenlijk. Uh, dan verwacht je niet dat dit gaat komen. En als dan plots. Je um, zag Rian natuurlijk Bom. die cijfers wel. Die zag natuurlijk wel die cijfers ja natuurlijk, doen. wij waren ons ook zeer bewust van, van dat, uh, dat er een urgentie was, uh, dat, dat er een, een noodzaak was tot uh, iets doen, tot maatregelen. Maar um, die anderhalf jaar lang hebben wij ervoor gezorgd dat wij met onze sector echt wel veilig kunnen, kunnen werken. Dat is uh, ook, ook bekrachtigd geweest door de experten, door de politiek, etcetera. dus wij zagen dit niet aankomen wel de mogelijkheid dat we zouden moeten beperken in, in bezoekersaantallen of zo. Ja. Maar deze drastische beslissing, die zagen we niet komen. Ja. Een collega van u is ook getroffen, de directeur van het Operahuis De Munt, Peter De Caluwe. Goedemorgen. U sprak in een eerste reactie over onkunde. Hebt u dan geen begrip dat men inderdaad moest reageren, gezien de cijfers? <laughs> Dat zijn twee verschillende vragen. De eerste vraag gaat over onkunde. Bedoel ik daarmee dat er niet geen enkele concertatie is geweest. Het heet Comité de Concertation. En in die concertation is de sector nooit betrokken geweest. En wij zijn, en ik bevestig wat Stanje Krets net zegt. Wij zijn uiteraard ook heel erg gechoqueerd door de, de kracht van deze maatregelen. Want die staat absoluut niet in verhouding tot de realiteit die wij elke dag beleven. Zoals Staniek Krets ook zegt, wij zijn al 18 Maanden bezig als creatieve sector, want dat is onze, onze opdracht. Om oplossingen te vinden. Ja. En wij zijn ook nu een vragende partij om oplossingen te vinden voor een besluit wat absoluut niet in verhouding staat tot het probleem. ook De gouverneur zei onlangs hè, Cathy Berks: Ja, men, men verwijst altijd naar de situatie ter plekke waar mensen gespreid zitten, maar het gaat natuurlijk ook over het er naartoe gaan, uh, samen in de bus, in de foyer staan, dat soort dingen meer. Het gehele plaatje maakt. Dat je toch dat soort ingrepen moet doen. Die vraag wordt niet gesteld voor de economische sector. Mensen gaan naar hun werk en daar wordt niet de vraag gesteld over het openbaar vervoer. Dus ik begrijp niet waarom het over de cultuursector moet gebeuren. Wij focussen onze voorstellingen op het binnenlaten van mensen, het meteen weer buitenlaten van mensen. Mensen staan buiten in de pauze, komen niet in een horecaomgeving terecht. Dus dat is volledig safe. Ja. Mensen nemen ook een mondmasker nergens af. Mensen hebben de nodige uh, discipline, want in een zaal zoals bij uh, in het sportpaleis of in de munt of in heel Heel Veel andere theaters zitten mensen, kijken voor zich uit, gaan niet meestal zingen zoals in de voetbalstadiums, gaan elkaar niet om de hals vliegen. Het is een volledig safe situatie waarbij wij absoluut kunnen begrijpen dat we moeten reduceren in bezoekersaantallen, maar daar bestaan regels voor en ja. die regels hebben we met elkaar gemaakt en daar ja. wil ik naar terug. Ja, wat u was daar ook heel kwaad om dat het getal 200 ja. terug, zoals eigenlijk vorig jaar, werd naar voren geschoven. Ongeacht, Een jaar geleden al waren daar oplossingen voor. De cirm in de SERM, om het met uh, professionele termen te noemen. Nee. Uh, waren toen in het leven geroepen om dit soort situaties te voorkomen. Als ik nu vandaag op ATV meneer Jan Bom hoor zeggen uh, op de vraag, antwoorden op de vraag waarom dat getal 200. Uh, en hij antwoordt ja, dat is het voordeel van de eenvoud, dan moet ik daar zeer zeer hard mee lachen. Want dat is geen argument. Dat is, dat is handje klap op de veemarkt. Ja. Ik heb begrepen dat er wel ook overleg daarover nog is. Uh, klopt dat 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 misschien toch nog bespreekbaar is, die tweehonderd? Um, uh, het overleg is gebeurd na de beslissing en ik heb erop aangedrongen dat we met de verschillende kabinetten samen zitten. Dat overleg zou in principe morgen opgestart moeten worden, maar ik ken de mening van de sector. Iedereen staat 100% achter ons. Wij begrijpen dat we mee moeten doen aan maatregelen, maar wij willen terug naar een uh, regime wat was duidelijk afgesproken, waar duidelijke regels over zijn, waar mensen voor getraind zijn en wat rekening houdt met de grootte van de infrastructuur en de technische installatie in de in infrastructuur. Ja. Ik zal nog eens duidelijk herhalen, en ik spreek nu voor mezelf omdat ik de cijfers ken. We hebben een maximaal toegestane 1200 ppm aan luchtkwaliteit. Bij een voorstelling die 1 .40 uur 40 duurt, uh, hebben wij met een volle zaal in de munt niet meer dan 800 ppm bereikt. We hebben die tests gedaan tussen september en november. Die zijn door wetenschappers gecertificeerd. Ja. Dus ik zie niet in waarom men nu terug moet gaan naar een situatie van voor. Uh, ja bestond en waarom met die serum die op 20 november overigens om totaal onbegrijpelijke reden is afgeschaft waarom die niet meer gewoon kan ja. toegepast oké okay. nu u zegt daarnet ook van ja uh, 200 mensen in mijn zalen dat is gewoon niet haalbaar uh, want ja er ging trouwens hè, nog iets in première gaan van u en volgende Sound week gaat de Sound of nu of ging de Sound of nu ja, ook in première gaan en u schreef toen van ja wij hebben afgelopen weken honderdduizenden tot miljoenen euro's in onze producties gestoken um, u moet eigenlijk alleen voor volle zalen kunnen werken, of is zo'n compromis enigszins een compromis toch financieel is mogelijk. haalbaar voor u. Dat is, dat is haalbaar natuurlijk, maar dan maak je geen winst en dan ga je voor break-even. Maar dan uh, is de sector, tenminste, aan het werk. Dan blijven mensen werken. Dan moeten ze niet op technische werkloosheid, dan moeten ze niet de werkloosheid in. Dat moet dan allemaal niet. Uh, wij hadden er ook rekening mee gehouden, natuurlijk. In de Stadschouwburg kan bijvoorbeeld 2000 man zitten. Wij hebben maar verkocht tot 1500 man, omdat we rekening hielden met het scenario wat nu zou kunnen gebeuren. Dus wij konden naar een. Maar ja, je moet wel capaciteit. 1500 man hebben om het te kunnen volhouden. Allee, van 200 naar 1500 lijkt mij. Een grote stijging. Acht u dat nog mogelijk dat men zo nee, nee. dat zou willen gaan? Maar van het moment dat meneer Jan Bon geroepen heeft, was het kalf verdronken natuurlijk. Dan zagen wij een, een daling van de, de ticketverkoop. De, de mensen worden angst aangejaagd constant. En dat is het, het beleid, het falend beleid van deze regering. Er moet gewoon een eind aan komen. Ik zie hier uh, mensen komen klagen. Het onderwijs komt klagen. De gezondheidszorg komt klagen. Wij komen klagen. Dus dat wil zeggen dat uh, er, er dringend een, een remediering nodig is van de regering. Ja. Die moet gewoon vallen. Hè. Dus ja. Als er nu één partij uit Vivaldi stapt, dan is deze regering weg. Gaan we naar een regering van lopende zaken, twaalf weken. Dat komen hebben we ook er, al meegemaakt. Komen gemaakt, er he? nieuwe verkiezingen en zal degene die nu uit Vivaldi stapt, die zal, dan zal er garen bij spinnen. Oké. Okay. Almaci, het is aan u. Ja. Uh, stelt dat zij dat zou doen. Uh, ik, natuurlijk, ik, ik haal er net aan hè, wat, wat Stanny Kret zei, ja, we hebben hier heel veel geld ingestopt. U zit natuurlijk, bij de munt krijgt u ook voor een groot deel hè, subsidies. Is het bij jullie dan financieel minder bitterpil? Los natuurlijk hè, van het emotionele en het feit dat u wilt spelen voor een volle zaal? De subsidiëring betaalt niks meer dan het personeel wat de voorstellingen maakt. Dat is een gigantisch bedrag. Maar de voorstelling wordt gemaakt op basis van eigen inkomsten. Als die eigen inkomsten wegvallen, dan valt ook onze exploitatiemogelijkheid weg. En dat is waar uh, het schoentje knelt. Uh, er is in, in die zin een groot verschil ten aanzien van betalingen en economie. Maar uiteindelijk zitten we met dezelfde situatie: dat we een oplossing moeten vinden op de lange termijn. Ja. We moeten absoluut komen dat men de barometers die wij mogelijk in, in huis kunnen hebben, de meetinstrumenten, de facts en figures die wij per voorstelling kunnen voorleggen dat we die op een of andere manier kunnen integreren in een systeem wat gemonitord kan worden door overheden die schrik hebben dat ja. wij onze job niet goed doen. Ja. Nu, Ik denk uh, dat dat de een ouder moet zijn ja. en dat men moet beslissen in overleg met de sector en niet ja. achter de van de sector. Veel kwaadheid hè, op de politiek. Uh, wie ook getroffen was, hè, de Sint, Studio 100, Hans Bourlon, die reageerde ook uh, dit weekend. En die keek ook wel een beetje in een andere richting, hè, de richting van wat hij dan noemt de daders, de niet-gevaccineerden. Dat de politiek beslissingen neemt, dat willen wij heel graag begrijpen en die zijn ook nodig. Uh, ik denk dat de Zwarte Piet eerder mag geschoven worden naar mensen die zich niet hebben laten vaccineren. Want stel dat naar volwassenen toe dat de 100% dat benadert, dan lagen er absoluut veel minder mensen in het ziekenhuis en dan was dit alles niet nodig geweest. Ja, en hij voegde daar ook nog aan toe. Misschien moet er een soort hè, toch verplichte vaccinatie komen. Ook dat werd hier vandaag al door een paar mensen hè, geopperd. Um, we weten hè, dat in de cultuursector, zoals in alle sectoren, daar mensen zijn die zich laten vaccineren en zich niet laten vaccineren. Een van de bekendste in de cultuursector is een vriend van u, hè, Peter van den Begin. Hebt u hem al kunnen overtuigen? Is dat inderdaad iets waar ook leeft in die cultuursector? Van, laten we dit gewoon verplichten? Dan zijn die zalen misschien ook. ik spreek me daar niet over uit. Um, ik vind dat een, een moeilijke discussie. Zolang Zolang er niks verplicht is, zolang er niks wettelijk is, ga ik me daar echt niet over uitspreken. Dat is een ethische, morele kwestie. U vindt dat niet de daders waardoor nee, u Valen sluiten? Nee, kijk, het ligt bij de regering. Als je, als je kijkt naar de zorg... Als we nog altijd met hetzelfde aantal bedden zitten als anderhalf jaar geleden in de zorg, dan faalt de regering ja. Hoe kijkt u daar naar meneer KUW? Moeten we kijken naar, zoals Hans Boron zegt, namelijk de niet gevaccineerden. En we moeten zij zijn verantwoordelijk voor dit debakkelkelen, of is het toch de politiek, met dan bijna hè, de vraag tot ontslag uh, van uh, Stanikret? Ik vind deze tweedeling heel erg moeilijk. En dat is een tweedeling die ik ook heel duidelijk meemaak in mijn eigen organisatie. En waar wij op een hele. Uh, uh, Goede manier, denk ik, mee omgaan. Wij hebben respect voor mensen, maar wij willen vooral uh, de organisatie voorop stellen. Dat we zeggen dat we moeten nadenken over wat het belangrijkste is. Willen wij spelen? Willen wij onze voorstellingen doen? Willen wij ons publiek bedienen? Willen wij de artiesten de kans geven hun job te doen? Dat moet de prioriteit zijn. Ik wil daarin niet gaan discrimineren, maar het is duidelijk dat onze protocollen wel een discriminatie inhouden. Want zodra er eigenlijk een besmetting is in een bepaalde cluster. Zullen de gevaccineerden na een aantal dagen opnieuw aan het werk kunnen en de niet-gevaccineerde tien dagen in quarantaine moeten? De praktijk zal inderdaad die discriminatie doen, maar ik vind als leidinggevende dat we die discriminatie niet mogen bevorderen. Ja, maar inderdaad de praktijk zal dat misschien wel overoordelen. We moeten afronden, Stanny. Ik zei het al: je Sound of Music ging in première gaan, is uitgesteld. Ja, de winterrevue, drie voorstellingen, vier voorstellingen vorig jaar ook al geen. Durf jij nog plannen maken voor 2022? Durf jij nog iets aankondigen? Uh, plannen maken is moeilijk natuurlijk, zolang er geen einddatum op staat lijkt zolang moeilijk. geen perspectief is. Ik, ik ja, we horen in de wandelgangen 28 januari noemen, maar wat is dan 28 januari? Komen ze weer samen? Uh, wat gebeurt er? Wanneer kunnen wij terug beginnen produceren? Dat is, dat is, wij dat zitten in een, padstelling. Dat is in een padstelling. Dus wij hopen op uh, de juiste, correcte steunmaatregelen. eigenlijk. Ja, de steunmaatregelen. Daar ging inderdaad ook nog wat toelichting over kopen. hoop de ja. loop van de week. En benieuwd ook hè, wat dat overleg misschien morgen toch nog kan teweegbrengen. Hm. Wie weet of dan Mirjam Almacci jouw oproep heeft gehoord, <laughs> Dan hebben we bij deze een nieuws gemaakt vandaag. Maar ik jullie allebei <laughs> hartelijk danken. Ja, geen uh, wilde muziekconcerten dus, of uh, evenementen met heel veel publiek de volgende weken. Maar hier, intiem op ons podium, dan kan dat gelukkig nog wel. En Sylvie Kruijs heeft alvast één iets gemeen met wedelster Adele. Ze maakte een kwade break plaat over een uh, liefdesbreuk, en die heet Montbré. Maar Walk Walk, wat ze nu gaat brengen, noemt ze zelf het meest optimistische wat ze ooit schreef. Over wandelingen met haar hond en hoeveel deugd dat kan doen. Sylvie Kruijs. Moet je kunnen bijsturen en moeten die beslissingen ook samen eensgezind kunnen uitdragen. Laat het duidelijk zijn, iedereen zal over haar schaduw heen moeten stappen. We dachten dat we alles gezien hadden qua absurditeit en chaos in het beheer van de COVID-crisis, maar we hebben jullie duidelijk onderschat. Hè? Gewoon doen wat moet, meneer de minister. De bevolking doet al twee jaar wat moet. U doet niet wat moet. Alsjeblieft, alsjeblieft. Meneer de eerste minister, bijsturen is geen schande. Het niet doen, dat zou pas onverantwoord zijn. Waarom hebben we nog steeds geen coronabarometer? Ik hoor het andere collega's ook zeggen, maar het is niet nieuw, hè? het is geen nieuw idee. Automatisch vooraf geplande, eenvoudige maatregelen die in werking treden als de cijfers op en af gaan. Zodanig dat iedereen weet waar hij aan toe is. Ja, emoties in het parlement. Donderdag, en toen moest dat bewogen overlegcomité nog komen. Wat een week voor de politiek. Goedemorgen, meneer Koens, voorzitter van CDV. En straks gaan we ook luisteren naar de Vlaamse federale oppositiepartijen, N-VA en Vlaams Belang. Zoals ik zei, wat een week. Zou je zelf niet beschaamd zijn om politicus te zijn? Ja, ik denk dat het geen goede week was, maar ook geen goede weken misschien. En ik moet zeggen, ook onze ministers voelden zich niet, uh, niet oké okay met uh, wat er allemaal ja, gebeurd val, is. Het valt zelfs op dat Annelies Verlinden dit weekend geen interviews geeft, terwijl ze normaal altijd wel communiceert naar overlegcomité's. Uf, al, ik denk dat, ze, dat dat begrijpelijk is. Zij moet dan uh, op een avond zo'n ministerieel besluit maken met allerlei mogelijke invalshoeken. Ik denk dat het, uh, dat het geen goede week was voor de politiek. En, en dat heeft vooral een, uh, te maken met het hè? feit. Dat dat het van het een op het ander was. En we hebben een lange termijn perspectief nodig. We hebben een tijdje geleden ook dat coronapaspoort op tafel ja. gelegd. En ik denk dat dat een heel belangrijk antwoord ja. is, dat we wat voorspelbaarheid ja. hebben in functie van wat er gebeurt op het terrein, wat sectoren mogen veranderen. We gaan worden. het daar zo meteen over hebben. Ik wil toch nog wel eventjes bij de politiek blijven, want een minister als Frank Van den Broeke, die openlijk zegt dat hij teleurgesteld is in het compromis, dat is du jamais vu. Hè. En wat zegt dat over Vivaldi? Wel, ik weet niet of dat louter iets over Vivaldi zegt of over de, alle ministers en regeringen die ja, samen... Maar het zowel ging de ook tussen, als, tussen de premier en... en wel, ik en weet dat niet. Ik, er zijn natuurlijk, het overlegcomité daar zit zowel de Vlaams als de federale. Dus het is niet de bedoeling van dat nu de zwarte Piet naar de een of de ander. Hij is ongelukkig, wij zijn ongelukkig. Alle sectoren zijn ongelukkig. Dat heeft echt voor mij te maken met de communicatie van de voorspelbaarheid. En ja. we moeten wat meer die crisis op lange termijn bekijken. Maar Paul Magnet, de voorzitter van de PS, die zei vorige week al, Alexander De Croo, de premier... Moet dat wel beter voorbereiden. Ja, dat heb ik ook getweet. Ik vind het belangrijk dat een overlegcomité is. Ik ben voor overleg tussen de Vlaams en de Federalen. Trouwens, het Zwitserse model waar ik al een tijdje op aanstuur, is een overleg waar als federaal iets neemt, dat is een overleg met de Vlaams. en omgekeerd. Dat is logisch, zeker in tijden van crisis, maar ook in andere dossiers zoals energie. Maar dus dat moet voorbereid worden. Dat moet goed voorbereid worden. En ik weet wel dat, dat er soms is nu acute niet si dat is Ik niet... vind dat het onvoldoende is gebeurd. Ja. We vinden dat het onvoldoende is gebeurd. Je ja, kunt acute situaties hebben, dat is waar. Maar als het dan zo acuut is, dan moet je dan zien welke acute maatregelen ja. het zijn. Maar, maar wat, wat, wou, wat wou uw partij dan? De, de wetenschappers en ook Frank van den Broeke, die stuurden eigenlijk aan op een soort mini-lockdown, met lager onderwijs, dan de, de grote evenementen, de horeca, dicht om 8 uur. Is dat wat, wat u ook wou? Er zijn een paar dingen. Eén, we moeten het acute proberen te vermijden door een lange termijn strategie. De verplichting van de vaccinatie. Als ik dat een eerste keer zei, dan zei ook de Premier in de Kamer: ja, Dat is alleen voor Micronesië of voor Indonesië. Ondertussen Oostenrijk, Duitsland. Dus iedereen zit er op de, de zaak van. Vaccinatie is het toch het eerste. Die moet gebeuren, zowel in de zorg als in het algemeen. Ja. Dat lijkt mij belangrijk. Twee, de coronabarometer. Dat u weet, en zowel Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Afrika. die hebben uh, niveaus van uh, graad van uh, besmetting. van graad van opname in ziekenhuis, intensief care enzovoort. Als dat gebeurt, dan gebeurt het dit in de mobiliteitssector. in de economische sector, in de persoonlijke sector. Dus de voorspelbaarheid der dingen is belangrijk. Misschien moeten we ook iets gebeuren in het zorglandschap. Dat we zegt goed, hebben we gespecialiseerde units voor de opvang ja. Dus dat is het eerste. Maar, maar die coronabarometer, omdat u... Nee, maar ik bedoel, het eerste er... is voor mij een, een strategie ja. op lange termijn, zodanig dat we niet acuut vervallen worden, overvallen worden. Dat is hetgeen dat nu gebeurt. Ja. En waarom dat al die sectoren zo boos zijn? Omdat ze overvallen worden met nieuwe elementen. Want dat is het, hè? dat zijn Stanley Krets ook. Hè? De zorg, de cultuur, het onderwijs, ze zijn hier allemaal boos komen zijn, dan hebt u als politiek toch een gigantisch geloofwaardigheidsprobleem. Ja, ik, ik deel de, het probleem is dus die over, het feit dat men overvallen wordt door de zaak. Vandaar al een tijd dat wij pleiten voor. Laten we die lange termijn zaken ja. doen. Natuurlijk, op een gegeven moment heb je een acuut probleem, blijkbaar, omdat die lange termijn niet helemaal op poten staat, waar we eerst en vooral voor pleiten. En dan moet je natuurlijk kijken, als er een acuut probleem is vandaag in de intensieve zorg, dan is het misschien wel raar om te zeggen goed, we gaan ja. de oplossen door binnen drie weken, als men is vertelt, ook een zeer rare communicatie van de minister-president, is al een paar keer aan bod gekomen hier. Ja, dat, dan, dat lijkt ja. een bizar gegeven voor ons. Het, het, het feit dat Bart De Wever nu ook die coronabarometer lijkt te omarmen, is dat een goed teken voor? Ja, dat is absoluut. Ik, bedoel, ik denk dat iedereen dat moet beamen, dat, dat een zekere uh, tra traject, ja. een zekerheid in het gebeuren, in de beslissing voor iedereen van belang is. Dus en ook, dan... ook er Rousseau leek ja. een opening te maken, terwijl Frank en, Van den Broek in het, het in het verleden wel heeft doen kelderen. Hè? Wel, er waren een aantal mensen voor, tegen die derde prik ook, terwijl het ja. dat dat ook gebleken is, als Wouter Beke dat zei, dat dat zeer dringend nodig was. Die coronabarometer is nodig, denk ik. Lost dat alles op? Nee, maar we moeten daar, we hebben nu toch al tijd gehad om daarover te praten om criteria te vinden. En in mij lijkt dat zeer belangrijk. De problematiek in de zorg lijkt mij ook iets. Want er komt over het aantal intensieve bedden. Ik denk dat er in vergelijking met Nederland zijn er heel veel meer, dus ook in de Europese context. En toch zitten we met een acuut probleem. Dus de middelen die we gestopt hebben in de zorg om meer mensen... Goed te betalen is een heel belangrijk punt, maar volstaat op vandaag zelfs nog niet om die acute situatie nee. op te lossen. En dat heeft dan te maken misschien met hoe organiseren we het op het terrein. Eventjes toch ook wel opmerken, want we hebben het nu over federaal, de regering vooral, maar ook Vlaams, uw minister Wouter Beke van Welzijn, ja, die heeft ook geen goede week achter de rug. Vermits in de pers gebleken is dat er gesjoemeld wordt bij de contacttracing en hij dat niet wist. Wel, er is een consortium die aangestuurd is om dat te doen, die dus met een partner gewerkt heeft, waar er dus blijkbaar onregelmatigheden zijn vastgesteld. Ja, dat kan absoluut niet. In zo'n tijd, in zo'n crisis, dat er nog mensen het nodig vinden om uh, niet correct te handelen, ja, dat zal absoluut een audit nu gebeuren, een onderzoek. Ook minister Krivits zal erop inzetten. Dat is onaanvaardbaar. Hebt u begrepen waarom dan de minister-president Jan Jambon plots uh, Woensdag uitpakte met er moet een overlegcomité komen, en de evenementensector die moet dicht. Ja, het was een verrassende communicatie, omdat men eerst sprak over, over cultuur en dan over de evenementen. En, maar wij hebben onmiddellijk gezegd, als men wil overleggen, ja, want dat is juist ons punt. We moeten meer en structureel overleggen, ja. met maar goed voorbereid. Het was mij niet duidelijk als het nu over het Sportpaleis in Antwerpen gaat, waar de ja. burgemeester initiatief kon nemen, of als het over die structurele of zaken het, het in gaat. Was het inderdaad, omdat Bart De Wever het sport. Wel, wel wou sluiten, maar niet durfde sluiten? Wel, men had het in elk geval op niveau van het uh, stadsbestuur kunnen doen. Maar wat ons uh, acuut was en waarom het mij redelijk rijk om zo'n overlegcomité te houden, was het problematiek in de zorg. Bij ons gaat het over de zorgsector en hoe kunnen we die uh, garanderen dat die draait? En daar is, uh, ja, het, is het grootste probleem op vandaag. Ja, maar we hebben ook gehoord, zij zijn niet overtuigd van de maatregelen. Nee, omdat ze natuurlijk de, de HEMS, de experts, onvoldoende gevolgd zijn in een zeker punt. En dat was ook de onthoogeling bij onze kant afloop van het overlegcomité. Ja. Um, u um, hebt zich in de loop van de week nu en dan eens wat opgewonden over Jan Jan Bon, over Bart De Wever. Zij zijn wel coalitiepartner in de Vlaamse regering. Hè? Ja, ze zijn coalitiepartner in de Vlaamse regering. We hebben coalitiepartner in de federale regering. Ik denk dat het niet de bedoeling is om hier te zwarte te pieten. Heel de politiek heeft geen goede beurt gemaakt. En dat heeft voor mij te maken met lange termijn perspectief die men ook in deze crisissituatie moet kunnen hanteren. Ja. Um, Stefan de Klerk in de krant van West-Vlaanderen, nu we het over N-VA hebben, die pleit eigenlijk voor een combinatie van CD&V en N-VA als een succesformule. Ja, enfin, ik heb het ook gelezen, maar uh, Stefan de Klerk uh, is al lang voorstander van, van iets dergelijks, maar dat is natuurlijk uit, een, uit het ja. verleden waar we een kartel gevormd hebben. Ondertussen zijn we al de hele tijd geen kartelpartner meer en gaat de N-VA hun eigen richting en wij onze eigen richting en ik denk dat er... Wellicht een aantal mensen van NVA zouden thuis horen bij ons, maar die zijn ook altijd welkom. En omgekeerd? En omgekeerd, dat weet ik niet. Maar ik denk dat wij echt een, een koers varen die een verbindende factor wil zijn in de politiek. En dat is belangrijk, ook tussen het Vlaams en het Federale ja. en binnen de België. Hendrik Bogaert stelt van de week een boek voor over de NAVO samen met uh, Theo Franken. Wat moeten we daarvan denken? Ik moet dat boek nog lezen, maar dat zal over de NAVO gaan. En het staat ja. iedereen uiteraard vrij om, uh, om creatief maar na te denken feit, met maar deze Het feit organen... dat hij dat samen doet met Theo oh, Frank dat lijkt Weet je, speculatie. wat mensen ook niet meer aan, aanvaarden, is dat politici alleen maar rollend over het veld zijn. En als er constructieve samenwerkingen her en daar kunnen zijn rond bepaalde thema's, dan lijkt me dat perfect. Hij heeft u nog niet gezegd, voorzitter, ik ben weg? Helemaal niet. Hij heeft mij zelfs recent nog gezegd dat hij actiever wil nog zijn als federaal kamerlid. Binnen CD&V? Binnen CD&V, ja. U hebt komende zaterdag, dacht ik, een uh, digitaal congres over nieuwe ja. beleidsverklaringen, statuten en zo. Dat kondigt zich moeilijk aan, wordt geschreven. Wordt bent, heel u geschreven bent, u maar, uh, bent u volgende week nog voorzitter? Uh, uiteraard ben ik voorzitter en het uh, dus congres is een fantastisch gebeuren geweest, alleen uh, jammer genoeg uh, zoals we uh, nu uh, iedereen ervaart, die moet werken met mensen. Uh, digitaal is helemaal iets anders en dus het het enthousiasmerende of het booster een congres houden we voor maart. Maar de inhoudelijke voorbereiding, waar heel veel jonge en nieuwe mensen hebben aan meegewerkt, Ik moet van versteld staan hoe dat gebeurd is. En ook wat de stellingen betreft, zijn heel duidelijk. En ik ben er vol overtuiging dat het een hele mooie uitkomst zal zijn zaterdag. Oké, okay, dat is dan voor volgend weekend. Allicht je wel, en Koens. En we gaan eens luisteren naar twee federale Vlaamse oppositiepartijen. Ja, inderdaad, we hebben we goed meegevolgd. Fractieleiders van de twee grootste Vlaamse oppositiepartijen in. Dat federale parlement en Barbara Pas van Vlaams Belang en Peter de Rover van MVA, Meneer de Rover, we zagen daarnet dat filmpje uit het parlement. En dat was inderdaad die discussie moeilijk te volgen voor de kijkers van Villa Politica met mondmasker aan. Frank van den Broeke die riep: Bergen lijken, bergen lijken. Dat was naar uw fractie en naar jean de Dekker. Waarover ging dat? Ik denk dat het naar de fractie van uh, collega Pas was. Of misschien uh, was het gewoon een uiting van frustratie van uh, minister Van den Broeke, want hij heeft soms uh, bijzonder lange tenen. Hij kan het uh, moeilijk hebben wanneer u wordt tegengesproken. Maar daar dient een parlement voor, natuurlijk. Ja. En uh, ik zou eigenlijk. Uh, want wij zitten hier heel vreemd. Wij moeten hier commentaar geven op een overlegcomité, maar in de pandemiewet is beslist dat het parlement zich daar niet mee te bemoeien heeft. Dus eigenlijk zitten wij in de toeschouwerszetel. Ja. En bent u ook zo teleurgesteld over dat overleg? Ik denk dat iedereen altijd bij elke maatregel teleurgesteld zal zijn. Ja, waarom want... bon is het overlegcomité persconferentie begonnen met te zeggen dat hij de tweede man was? Omdat, omdat uh, Jan natuurlijk bij het binnenkomen vreesde dat, uh, dat, uh, dat de scholen zouden gesloten worden. En dat is vermeden. Ja. De bedoeling was eigenlijk alleen het sluiten van het sportpaleis. Daarvoor moest het overlegcomité samenkomen. Het was vooral paniekvoetbal. Het was al het derde overlegcomité op drie weken. En dit overlegcomité heeft niks beslist dat een vorig overlegcomité niet had kunnen beslissen. Dus ik denk dat dat alleen maar illustreert dat men bezig is met paniekvoetbal, met profileringsdrang. En het uh, erge is dat de, de uitkomst van die politieke compromissen en van het gemarchandeer binnen zo'n overlegcomité, de uitkomst is dat vooral de kinderen daar de dupe van zijn. Zij zijn de minst mondige uh, Daar is groep. Ben wij het wel hard voor gevonden. Zij zijn hoor. de minst mondige groep. Ik ben al heel blij dat die, dat die scholen niet, niet, uh, niet sluiten, maar... Uh, de, die mondmaskerplicht vanaf zes jaar, uh, dat, sluit, dat stuit mij enorm tegen de borst. Ik heb zelf twee kinderen in de lagere school. Een kind van zes jaar kan met moeite een verjaardagskroon ophouden. Laat staan dat die ordentelijk een mondmasker kunnen ophouden. Uh, die, die zijn volop in, in taalontwikkeling. Als er een mondmasker ja. niet mag opgezet worden, als men die mimiek niet ziet, dat liplezen niet ziet... Ik, ik lees dat, dat in de... Dat, dat is het offer dat Ben Weides dan toch heeft moeten brengen om die lagere scholen open te houden? Dat had men kunnen vermijden. Ja, ik denk het inderdaad. Um, en het is een mooi voorbeeld. Stel je voor dat men niet had beslist om die mondmaskerplicht op zes... Jaar te brengen. Dan was de andere helft van de samenleving in opstand gekomen. En nu men dat wel beslist heeft, ben ik er ook geen voorstander van. Hoor. Ik, uh... Want het is niet alleen in de school, het is overal. Hè? Het is overal. En uh, ik kom zelf uit het onderwijs. Ik heb 30 jaar lesgegeven. Ik kan me er eigenlijk weinig bij voorstellen. Een normale manier van lesgeven wanneer je niet eens de helft van het gezicht ziet. Maar mijn punt is dat het uh, toch nogal heel duidelijk is dat geen enkele beslissing uh, niet ongeveer de helft van de bevolking tegen de borst zou gestoten hebben. Nu... Wat had er dan volgens u wel. Beslist moeten worden, want iedereen is teleurgesteld, iedereen vindt het te veel of te weinig. Wat had u dan op tafel gelegd? Ja, wij hebben op tafel gelegd dat de scholen open blijven. Want het is nogal vreemd. Dus dat men zegt om, vreden, te vermijden, om te vermijden dat uh, uh, scholen zouden moeten sluiten, gaan we ze allemaal sluiten. Ja, het hele idee dat we maar met. Scholen zijn met 14... bijna de facto toch gesloten in ja, nee, de ik nee. nee. Vele scholen zijn gesloten, heel veel scholen. De grote meerderheid is niet gesloten. Ja. Uh, dus, en uh, dat betekent dat er uh, toch nog wel, en dat is uh, toch wel van het allergrootste belang, je mag niet vergeten. 21 maanden corona, 21 maanden in moeilijke omstandigheden lesgeven. Dat is een enorme hap uit een schoolcarrière van een kind. Dus ik denk dat dat uh, de juiste inzet was. Maar als ik even toch reclame mag maken voor het parlement, waar we het daar straks over hebben. Wij zijn nu weer bezig over de vraag, volop in de vierde uh, golf, wat gaan we doen met de vierde golf? Zoals we volop in de derde golf bezig waren met de vraag, wat gaan we doen met de derde golf? Eigenlijk, wanneer komt de vraag op tafel, wat gaan we doen met de volgende golf? De coronabarometer? Wel, de coronabarometer, en daarmee maak ik reclame voor het parlement. Meer dan een jaar geleden heeft collega Frida Gijwels dat op tafel gelegd. Meer dan een jaar geleden. Sorry, dat is in de totale, totale vergetelheid gegaan. Omdat het werk in de de commissie Gezondheid, waar wel degelijk over die lange termijn wordt gedacht, totaal geen aandacht krijgt in de media. Er zijn dat geen persconferenties. Ja. daar worden geen debatten in de zevende ja. dag over georganiseerd. Maar daar, worden, maar daar worden wel zeer relevante vragen gesteld, ja. en spijtig genoeg heel dikwijls niet beantwoord. Ja. Maar die coronabarometer, we voelen vandaag dat hè, iedereen daar toch begint warm voor te lopen. Ik denk dat iedereen aan tafel toch zei: het zou een goed idee zijn, van wetenschapper tot politicus. Is dat ook iets wat jullie partij dan zou ondersteunen? Het zou Alleszins helpen voor een standvastig beleid. Want nu doet men maar wat. Er zit helemaal geen, geen, geen lijn in. Um, men heeft die sluiting van de scholen niet helemaal kunnen verhinderen. We zitten nu met die, die extra verlenging van de kerstvakantie. Een paaspauze heeft niet geholpen. Een kerstpauze zou nu wel helpen. En Daar zit geen consistentie in. Nu hoor ik Jan-Jan Bon zeggen: de impact van de pedagogische impact van die week is niet heel. Maar enkele, euh, nog niet zo lang geleden, was diezelfde Vlaamse regering aan het dreigen met afnemen van kindergeld als men één of twee dagen te vroeg op vakantie zou vertrekken. Ja. Dus er zit totaal geen logica en geen consistentie in. Uh, collega de rover heeft gelijk, als hij zegt, dat er niet geluisterd wordt naar constructieve voorstellen die heel wat hadden kunnen verhinderen. Heb je ook een, een ander voorbeeld mag geven, om, uh, wat in, in de scholen heel wat problemen had kunnen vermijden is één, dat men waar wij in het Vlaams parlement al meer dan een jaar voor pleiten, Jan Laremans en Roosmarijn Bekkers, is om preventief te testen. Een systeem, zoals in Zwitserland, één keer per week, niet met vervelende wissers in de neus van de kinderen, maar met een speekseltest, preventief testen. En daar heeft men geen 87% clustercirculatie in de scholen, zoals Dat is ook iets wat de wetenschap, zoals Herman Goossens, ook al lang En dan had men geen maatregelen moeten nemen, zoals ook de, als mondmaskerplicht de ja, voor ook zijn de Vlaamse regering, had meer aan preventief beleid kunnen doen? Kijk, ik denk, ik denk dat op een aantal vlakken. In uh, Ben Wijts heeft uh Bijvoorbeeld, wat ventilatie betreft, de eerste uh, brief daaromtrent naar de scholen is van maart 2020. Maar niet verplichtend. Pas, pas nu pas maar pas We, zagen, we zagen, wij vragen die CO2-meters al heel lang. Het uh, geld voor de CO2-meters was er al langer. Maar het was inderdaad niet verplicht. Maar ik denk dat scholen echt wel het verstand hebben om hun verantwoordelijkheid te nemen. Uh, maar oh, we horen hier toch ook wel van de erinert, een van de schooldirectrices zeggen Ben Wijts is eigenlijk al weken onzichtbaar gebleven. Ja, ik denk dat Ben Wijts wekenlang enorm hard aan het werken is om die scholen open te houden. En, uh, en ik denk dat we heel blij mogen zijn dat, uh, dat we zo'n geëngageerde minister van Onderwijs hebben. Maar mag ik eens even in herinnering brengen dat zowel in het Vlaams parlement, maar ook federaal, hebben wij een coronacommissie gehad. Mm -hmm. uh, wij hebben die, uh, het eindrapport, uh, wij hebben ons onthouden, wij vonden dat dat verder moest gaan. Maar uh, er zijn wel aanbevelingen gedaan en dat is niet allemaal uh, gekke werk geweest. Daar zitten goede dingen bij. Wel, deze week is uh, de beleidsnoten van minister van den Broeke besproken voor 2022, voor het volgende jaar. En uh, onze mensen uit onze fractie hebben de vraag gesteld: hoe zit het met die aanbevelingen? En dat antwoord is dan, ja, dat, uh, dat, komt, nog, dat komt nog. Dat is toch onbegrijpelijk. Ja. Je hebt dus uh, dergelijke aanbevelingen en daar wordt geen uitvoering aan gegeven. Het we is wel zijn. grappig dat u dat zegt natuurlijk, want de, de wetenschappers klagen ook altijd dat zij ook altijd veel aanbevelingen doen. En daar wordt behalve dan door Frank van den Broeke ook nog Ja, maar de wetenschappers, dat zijn mensen, virologen, die één aspect van de realiteit bekijken, dat is heel belangrijk. Maar een politicus moet een uh, meer verantwoordelijkheid nemen. En als je alle scholen volledig sluit. Ja, dan heeft dat enorm veel andere gevolgen. Maar het coronabred uh, is toch iets gevoel. ruimer, denk ik dan de scholen. Hè? Voilà. alle ja. plakken dat er gekruimd wordt en ook geklaagd wordt. Ik vandaag. zou nog willen, willen aansluiten wat die. Uh, wetenschappers betreft. Men baseert zich op adviezen van de GEMS. Maar dat is niet de stem van de wetenschap. De GEMS is de, de, de stem van een beperkte bubbel aan wetenschappers. De GEMS, dat is Geert, Erika, Steven en Mark. Maar als men mondmaskerplicht in, uh, invoert zoals die GEMS adviseert voor kinderen vanaf zes jaar, dan wil ik van echte experten, van kinderartsen, van kinderpsychologen weten wat de impact is. En niet alleen dat virologische aspect. Het was de GEMS die een boosterprik, een derde prik, nog niet nodig voor Maar ook de motivatiepsycholoog is men Steenk is, men het me zit daar ook heel in de GEMS. He? Er heel... zitten ook andere profielen dan virologen in de GEMS. Het, he? de ja, het is heel eenzijdig. Als ik nu lees, ik in het advies van de GEMS dat men in de contactberoepen geen enkele maatregel adviseert omdat eh, die geen effect hebben op het verloop van de epidemie. Staat er letterlijk in. Dat is toch zeggen aan de kappers vorig jaar, sorry, het was de, uw, uw broodroof toen, was om te lachen. Wat, dat, vindt u, wat, wat vindt u daarvan? Een andere GEMS of andere... Experts raadplegen. Uh, de stem van een gems is erg belangrijk. Maar dat, is geen, uh, dat zijn geen tien geboden die uh, vanuit de hemel komen. En als politicus weet je dat een maatregel dat die natuurlijk verder gaat in zijn consequenties dan degene die mensen uh, die puur met het virologisch aspect bezig zijn in overweging nemen. Uh, wij hebben bijvoorbeeld de gezondheidszorg, een goede gezondheidszorg, die ook uitstekend functioneert in normale omstandigheden. En er is zelfs een zekere. Uh, men kan zelfs iets meer aan dan in normale omstandigheden. Maar dan dus is het toch onbegrijpelijk dat in een crisis en de eerste golf oké, okay. tweede golf, mh. maar de vierde golf dat men nog altijd ervan uitgaat dat de gewone zorg dat moet kunnen opvangen en dat er nog geen beleid is geweest om te kunnen schakelen in een crisismoment. Wij zitten in een crisismoment. Hier is beleid wil... voor meer geld en meer bedden in de zorg. Ik denk, ik denk, ja, maar we kunnen nooit de zorg zodanig permanent opschalen, dat de grootste crisis kan worden beheerst. Maar wat je wel moet hebben, naast de normale zorg, dat is wat ik zou noemen een expansievat. Dat is, hoe schakel je in crisisomstandigheden uh, zodanig dat ja. reguliere zorg niet moet uitgesteld worden, want wanneer vandaag gezegd wordt dat reguliere zorg wordt uitgesteld, dan is dat het falen van de minister van Volksgezondheid. Want dat ja, is in een, in een, een land hier... zoals het onze een onwaarschijnlijk ja, Maar om dat, om dat te keren, we hebben hier ook de, een deel van de cultuursector aan tafel ja. gehad, die ook ongelooflijk kwaad zijn op hun voogdijminister Jan Jambon, die zelf heeft voorgesteld om de grote cultuur evenementen te cancelen, terwijl ze zeggen, wij kunnen perfect veilig werken en iedereen weet dat. Ja, onkunde, ja. ontslag, dat, denk, dat zijn enkele van de ja, termen. Die maar ik bepalen. denk dat iedereen voor zijn eigen winkel praat, en dat begrijp ik ook. En ik, 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 ik maar iedereen ook is wel kwaad ook op Jan Jambon, heb ik Ja, maar indruk, iedereen he? is kwaad op Jan Jambon. Ik denk, ook de onderwijssector ah, ik, voelt zich uitgelaten. Ja, maar door... ik denk dat de onderwijssector uh, om te beginnen uh, heel blij mag zijn dat Jan Jambon op het overlegcomité aanwezig was. Ja, dat is een eerste element. Twee, ja, Jan Bon wordt heel dikwijls van alles en nog wat verweten. Maar ik stel wel vast, wanneer in een overlegcomité een akkoord wordt afgesloten, dat hij dat door dik en dun verdedigt. Ook al heeft hij daar bedenkingen bij. Hij is niet degene die na de vergadering zegt, ja, er is een akkoord gesloten, maar ik ben er niet tevreden mee. Ja. Hij is tot het loyaal tot op het punt waar hij zichzelf bijna beschadigt. Wel, ik denk dat dat ook eens een keer mag beklemtoond worden. Ja. Dat is de manier. Je vecht voor een bepaald punt binnen een overlegcomité. En wanneer dan uh, de zaak wordt ben afgeklopt... Ben Weits was ook te gesteld, zat niet nemen. in het overlegcomité. En natuurlijk, uh, ik ben ook niet tevreden met alles wat eruit komt. Maar Jan zat daar aan tafel. En Jan is na een zeer hevig overlegcomité buitengekomen als iemand die loyaal de beslissingen heeft verdedigd. Niet omdat hij die allemaal even fantastisch vond, maar omdat hij op dat okay. ogenblik een loyaal politicus is. Mevrouw Pas, er begint zo meteen na deze uitzending in Brussel opnieuw een betoging tegen de coronamaatregelen. Gaat u daarheen? Ik ga daar niet heen. Gaat Trist van Langenhoof daar naartoe? Ik heb er geen idee van. U zou het hem zelf moeten vragen. Hij was We was vorige... trouwens hij de op de, de vorige daarvan binnen. Betoging, dat was een betoging tegen de pas, tegen de CST. Ja. Dat is maar hij was meer dat is dan er van de aanwezig, maatregelen aanwezig. Er is achteraf gebleken dat hij dat mee heeft helpen ja, inspireren, organiseren, een beetje misbruiken. Dries uh, van kan veel. Hij werkt hard in het federale parlement. Maar hem toeschrijven dat hij een betoging van 40.000 mensen op de been krijgt van walen, allochtonen en hippies dan denk ik dat dat alleen uh, actieve, uh, ja, linkse activisten zijn die hem die rol toeschrijven. En dat u hem uh, in die mate toch wel overschat. Maar als, wat als, wij, u, pleit, wat... als u pleit voor Experts, vinden we daar dan de zogenaamde andere experts ook op, een op die betoging? Op die betoging is. De, mensen die de wetenschap aan, niet volgen? De, die betoging doet. Eh, dat zijn geen mensen die de wetenschap niet volgen. Ik volg de wetenschap wel. En ik, ik ben gevaccineerd, want we, men duwt ons gemakkelijk in het hoekje van de antivaxxers. Dat, dat als, men, als men kritiek heeft op, uh, op de multicultuur, dan, dan is men een racist. Heeft men kritiek op het coronabeleid, dan is men een anti-vaccer. Dat is heel gemakkelijk om in een hoekje te duwen om niet naar de kritiek te moeten luisteren. Voor nuttige maatregelen hebben wij altijd meegesteund. Wij zijn voor vaccinaties, niet voor een verplichting. Maar uh, die betoging was in de eerste plaats gere, uh, gericht tegen die CST, tegen dat COVID... Dat helemaal niet safe blijkt te zijn. Dat komt er, en... er nu op terug. Hè? Inderdaad. En wij hebben van in begin gezegd dat dat een vals gevoel van veiligheid gaf. Het is sinds die invoering van de CST dat de besmettingen enorm naar omhoog zijn gegaan. Dat zeggen niet alleen wij. Okay. Dat zijn ernstige virologen, zoals Emmanuel Andrette, dat begrip, ook, heb ook begrip allemaal bevestigen. Dus u zulke voor die betoog, maatregelen. He? En het feit dat men zoveel volk op de been ja. krijgt, is een teken dat het vertrouwen in wat de, de regeringen opleggen aan ja, maatregelen want volledig dat blijkt, weg is. Uh, uh, en dat, en dat creëert als ik even mag als voor een maken, maar uh, we gaan sowieso in het journaal dat... moeten anders. Sorry hoor, maar Maarten uh. van Tienkis zei inderdaad, 70 van de gevaccineerden, dat zijn al de overtuigden, zegt geen vertrouwen meer in het, in het beleid te hebben. Dat is gigantisch. Wat logisch is, wat we het dat want we moeten dat het voorgelopen. Ik denk, ja, ik denk dat we um, toch wel moeten weten dat, uh, want collega Pas zegt, ik volg de wetenschap. Ik probeer de wetenschap te volgen, maar ook de wetenschap beweegt. En laten we eerlijk zijn dat, uh, dat wij ook wel, virologen... Het gaat over wantrouwen in het beleid? Ja, is, he? Omdat mensen, de logisch mensen, logisch. mensen, vind ik, verwachten een zekerheid die, laten we die bescheidenheid nu toch wel hebben, die we niet kunnen bieden. Het is voortdurend bijsturen. Want zelfs een coronabarometer, die uiteraard... Inderdaad, al veel vroeger was ingevoerd uh, moeten worden, uh, kan niet vermijden dat je bijvoorbeeld een nieuwe variant krijgt. Kan niet vermijden dat de vaccins, waar ik een groot voorstander van ben, dat dat een goed middel is, maar niet het wondermiddel dat op een bepaald ogenblik werd gedacht. Dus we zitten op een bewegend vlak waar we eerlijk moeten zijn dat al diegenen die beweren, ik heb de oplossing, die dwaalt of vliegt. Een van beiden. Heel kort. heel kort: mensen verwachten. Eerlijkheid. Als men zegt we voeren een CST in omwille van de veiligheid, en, acht, en dat blijkt helemaal niet het geval, als men zegt mondmaskers zijn niet nuttig omdat ze er gewoon niet voorhanden zijn omdat de voorraad is, is verbrand, dan liegt men de mensen voor en dan ondergraaft men zelf elk vertrouwen. Ja, en dat zal inderdaad terug moeten opgebouwd worden, hoe dan ook, ja. door wie dan ook, als we sowieso willen we dat de mensen de maatregelen toch nog gaan volgen. Niet vergeten dat wij in een ongekende crisissituatie. Okay. Oké, okay, we moeten maar... eruit meneer moeten de Oven. Er is hier nog zoiets als het voornaal en dat. Dat gebeurt wel klokvast, dat is een feit. U hoort het, we zijn nog lang niet verlost van corona. En uit de vele mails die u stuurt, blijkt ook dat u nog altijd met veel vragen en duidelijk ook twijfels zit. Bijvoorbeeld, hoe graad kunnen we hieruit? Hoe dan? Hoe zit dat met die nieuwe variant? Zijn we geëvolueerd naar een pasjesmaatschappij en leveren we onze vrijheid in voor Hopelijk meer veiligheid. U kan die vragen zelf komen stellen volgende zondag, want dan hebben infectiologe Erika Vliegen te gast en vicepremierminister van Justitie, de liberaal Vincent Van Quickenborne, en die belooft voluit te gaan. Op zondag 12 december ben ik te gast in de studio van De Zevende Dag en kunt u mij hierover alle mogelijke vragen stellen. Tot dan. En al die mogelijke vragen die kunt u sturen naar de zevende dag 1.be. En vergeet dan ook niet in uw mail uw telefoonnummer te vermelden. Dat maakt het net iets makkelijker ja. om u te contacteren. Voilà, dat is dan al een vaste afspraak voor volgende zondag. Houd veilig en gezond. En graag tot dan. En mocht, u nog langs, mocht hij nog langskomen liever, doe de groeten aan de Sint.